De hoofdgast van vanavond is de heer Twan Tak, emeritus hoogleraar staatsrecht. Welkom, Twan. Ja, goedenavond. Helemaal perfect. En mijn co-host van vanavond, daar ik weer nachtdienstwerkzaamheden heb, is Rob van der Zon, die het programma straks van mij gaat beëindigen. Dag, Rob. Ja, ook een hele goede avond. Iedereen. En als toetje, zeg maar het slagroom op het toetje, is Micha Kat ook even blijven hangen. Die heeft net 2 uur achter de kiezen, maar vond de gast van vanavond interessant genoeg om even mee te doen en ook een paar klemmende vragen te stellen waarschijnlijk, of niet, Micha? Ja, nou, zo is het. Ja, ik ken natuurlijk Tak uit publicaties, dus mij, ja. Ik was heel erg verrast, aangenaam verrast dat hij bij jou te gast was eigenlijk vandaag. Ja, nou, fijn. Zeer vereerd. Ja, oké. Okay. Dankjewel. Nou, voordat we aan de slag gaan met elkaar, wil ik even een creatieve intro houden vanavond. Het is, toeval bestaat niet, maar ik kreeg heel grappig genoeg gisteravond een gedicht toegestuurd van Marianne. Dat is ook een regelmatig bezoekster op Argusoog, die al meerdere gedichten heeft geschreven. Die met name ook ingaan op de bizarre dingen die er ook in deze wereld gebeuren en waar zij in haar leven helaas ook mee te maken heeft gehad. Maar ze heeft mij gisteren een gedicht gestuurd en ze wist niet dat ik vanavond deze uitzending zou hebben, maar het kwam zo mooi samen dat ik dit gewoon nu even voor wil lezen. En het gedicht heet Vrouw Justitia. Hoe mooi kan het zijn? Vrouw Justitia, met de blinddoek voor je ogen, opdat je niet kunt zien dat er door justitie wordt gelogen? Jij, symbool van recht, hoe durf je daar te staan? Op die plek waar zoveel onrecht wordt toegestaan. Vrouw Justitia, met in je rechterhand het scherpe zwaard. Waar sta jij voor? Wat ben je waard? Alle leugens, de geheimen en al het verdriet, dat bestrijd jij met het grootste zwaard nog niet. Vrouw Justitia, met de weegschaal in je linkerhand. Het evenwicht is ver te zoeken, held gevaarlijk naar één kant. Als ik jou zo fier zie staan, kan ik slechts honend denken. Moet jij de burgers vertrouwen schenken? Vertrouwen in een eerlijk politieapparaat? In een rechter die voor oprechtheid staat? Ach, vrouw Justitia, doe toch die blinddoek af. En durf om je heen te kijken. Wees niet langer laf. Zoek met je weegschaal weer het evenwicht. Laat schijnen op het recht je licht. Neem je zwaard en vecht ongenadig. Pas dan ben je de titel Vrouw Justitia weer waardig. Twan, hoe komt dit gedicht op jou over? Nou, ik ben er eerlijk gezegd een beetje stil van. Want de symbolen die inderdaad bij Vrouw Justitia horen, die worden hier heel terecht getypeerd in het tekortschieten in de huidige tijd. Die blinddoek, die eigenlijk natuurlijk symbool staat voor het feit dat vrouw Justitia recht hoort te doen zonder aanziens des persoons, die kan inderdaad, ik heb dat zelf ook wel ergens geschreven, vandaag de dag haast worden uitgelegd als een niet meer zien door vrouw Justitia. Als gewoon de feiten, de omstandigheden ook niet meer waarnemen. En ja, dat zwaard, dat is dan nog steeds het symbool van de overheid die tot taak heeft om desnoods met de overheidsmacht natuurlijk het recht in de samenleving ook daadwerkelijk te handhaven. Nou, bij die daadwerkelijke handhaving hebben sommigen toch ook al behoorlijke vraagtekens, maar het meest ernstige is het symbool van die weegschaal. Die weegschaal die inderdaad door haar moet worden gehanteerd en waarin dus aan weerszijden alle feitelijke omstandigheden en argumenten voor en tegen een bepaalde beslissing horen te worden opgenomen. Ja, die held zegt zij dus helemaal over naar één kant. Ik zou het bijna nog droeviger willen formuleren, die wordt helemaal niet meer gevuld. Oké, helder. Dat is heel duidelijk. Twan, jij bent emeritus hoogleraar staatsrecht. Dat betekent dat je gepensioneerd bent. Ja. Ja, ik ben sinds 2 jaar ben ik dus niet meer voor de klas, om het zo maar te duiden. Juist, juist. En voor de niet zo juridisch onderlegden, waaronder ik mezelf ook nog wel enigszins mag rekenen hoor, bij het luisterpubliek, is het misschien wel goed dat je even een typering geeft van wat het staatsrecht nu precies inhoudt. En of je daar ook nog een bepaald specialisme in hebt gevolgd, zeg maar, wat jij dan hebt onderwezen. Ja, graag.
Vooral ook omdat het zo belangrijk is dat er in deze tijd weer de aandacht op gevestigd wordt. Het staatsrecht, zoals ik dat sinds de jaren 70 heb mogen beoefenen, is het recht wat natuurlijk de institutie regelt. Dat is gewoon, laten we zeggen, de samenstelling van de staat. Hoe ziet die eruit? Welke onderdelen, provincies, gemeentes, departementen, noem maar op. Dus de hele inrichtingen met ook de bevoegdheden, de organen die er allemaal bij horen. Dat is natuurlijk deel van het staatsrecht. Staatsrecht is ook in het algemeen een vrij statisch recht. Het geeft dus ook de bevoegdheden aan, geeft de grondslagen aan van die bevoegdheden, geeft de grondnormen aan, op grond waarvan die hele samenleving zou moeten functioneren. En als het dan om het daadwerkelijk functioneren zelf gaat, dan komen we op het terrein van wat tegenwoordig heet het bestuursrecht. En vroeger noemden ze dat het administratief recht. En ja, er is een onverbrekelijke samenhang uiteraard tussen die organen en die functies en de wijze waarop ze functioneren. Maar ik zelf heb steeds ook het accent gelegd in Maastricht, waar ik dus vanaf 83 hoogleraar ben geweest, het accent gelegd op het zoeken naar de daadwerkelijke grondslagen en normen van dat functioneren vanuit de gedachte dat als je niet weet hoe je dus behoort te functioneren, dat je ook nooit fatsoenlijk kunt functioneren. En dat is wat mij in de latere jaren van mijn hoogleraarschap ernstig is tegengevallen. De kwaliteit van degene die dus daadwerkelijk uitvoering moeten geven aan het staatsrecht, laten we ze maar zeggen, die machine moeten draaien in Nederland, die hebben van die fundamenten, van die grondslagen, geen enkel benul meer. En wat veel erger is, hebben er geen enkele belangstelling voor. Ja, het spijt me dat dat van die harde woorden zijn, maar u zult begrijpen, ik ben volledig bereid om ze hier ook daadwerkelijk waar te maken en met een tal van voorbeelden toe te lichten. Ben je er even uit, Arend? Oh, sorry. Nee, ik had waarschijnlijk mijn microfoon dicht. Kijk, wat u net zei over die harde woorden, dat zal bij het publiek, luisterpubliek niet zo hard aankomen. Want er zijn denk ik toch over het algemeen mensen die zich al een bepaalde visie op onze samenleving en ook met name op het recht binnen onze samenleving, wat dan al tussen aanhalingstekens geplaatst mag worden, zich hebben verworven. Dus u kunt vrij spreken wat dat betreft. U treft een gewillig oor. Daar zit misschien ook wel het probleem. Het probleem dat we ieder voor onszelf een bepaalde opvatting hebben, een min of meer ideale of idealistische opvatting van hoe een samenleving er ideaal uit zou zien en hoe die dus zou moeten functioneren en wat de rol daarin moet zijn van een overheid. Mm-hmm. De grote moeilijkheid bij dit alles is dat we wel ons moeten realiseren dat we met z'n allen diezelfde systematiek en diezelfde overheid zullen moeten delen. En dat wij dus ook met elkaar door één deur zullen moeten kunnen. En dat is nu juist het functioneren en het scharnierpunt van het recht. Het recht moet het mogelijk maken dat je met de meest tegengestelde opvattingen, uitgangspunten en idealen je toch kunt vinden in de wijze waarop die samenleving moet functioneren. En dat kan alleen maar onder één noemer. Dat is tenminste de opvatting van de Maastrichtse school. En die noemer die is dat je dus de andere personen in die samenleving ieder voor zich van even grote waarde acht als je jezelf acht. En dat je die ook evenveel rechten wilt geven en toekennen als je voor jezelf claimt. Mm-hmm. En dat je alleen dus op onderling accepteren van de normatiek kunt komen tot een leefbare samenleving. Ja, ja, even teruggrijpen naar wat u net zei over dat er bij de uitvoerders van binnen onze samenleving geen belangstelling meer is voor wat de werkelijke normen en het van het recht zijn. En er ook geen belangstelling voor is. Hoe is dat zo ontstaan? Hebt u daar een visie op? En waar is dat? In welke tijdsperiode is dat zo ontstaan? Als ik het in de tijd moet plaatsen, dan zie ik het eind jaren 80, begin jaren 90 vooral komen. Ja. Voordien zie ik toch nog een samenleving, heb ik dus middenin gestaan, waarin we brede aandacht hadden voor grondrechten, fundamentele rechten, rechtsbescherming. Dat werd ook aan de universiteiten, werd dat met vuur bestudeerd en uitgedragen ook onder de studenten. De grondslagen van de rechtsstaat, de leer van de wetmatigheid van het bestuur, het constitutioneel werken.
het respect voor een verdrag boven een eigen nationale wet of grondwet, dat alles stond toen zeer centraal. En dat alles is eigenlijk vanaf de jaren 80 weggegleden. Nu is het ook zo, hè, dat ik kan me herinneren dat ergens in 2004, 2005 of misschien nog iets eerder het Rathenau-instituut kwam met een onderzoeksrapport dat heette Van privacyparadijs tot controlestaat. En daarin, ik heb me daar ook nog een beetje in verdiept, en daarin geeft men aan dat met name al dat afglijden van de rechtsstaat inderdaad in die periode, eind jaren 80, begin jaren 90 is begonnen, en dat men langzamerhand steeds meer repressieve maatregelen is gaan afkondigen die onderling nauwelijks enig samenhang leken te hebben, omdat ze een beetje op zichzelf stonden. Maar naarmate de tijd verstreek, het grotere plaatje een ware dictatuur aan het licht bracht. Met al die maatregelen die toen in die tijd al afgekondigd zijn. Ja, ik zie daar inderdaad ook wel een verband mee. Het probleem wat zich met name de jaren 80 ging aandienen was het probleem van de beheersbaarheid van de samenleving. We hebben een grote vrijheid geclaimd in de jaren 70 en daarbij stonden privacy, keuzevrijheid, eigen initiatief, het medeparticiperen enzovoort stonden voorop. En dat gaf dus ook tal van zeer interessante fenomenen te zien in die samenleving, maar stelde tevens die samenleving onder een behoorlijke druk, want die moest dat aankunnen. Neem bijvoorbeeld de hele openbaarheidswetgeving. En de idealisten die daar een volledige openheid in claimden en claimen, die lopen tegen de grenzen aan van degene die dus zeggen, dat kan gewoon niet. Er is dus een bepaalde mate van geslotenheid nodig uit oogpunt van veiligheidsaspecten, van de privacy van anderen en bestaanbaarheid van ondernemingen, en zo kan ik een tijd doorgaan. En dan krijg je dat geleidelijk aan, voelt niemand zich meer echt in staat om dat geheel te beheersen van die zeer complex wordende samenleving met zeer grote druk. Eronder lijkt wel een klas pubers als het ware die telkens uit de band springt. En dan krijg je dus toch bewust of onbewust de roep om gezag. En je ziet dat bijvoorbeeld ook bij de Europese kampioenschappen voetbal die wij hebben mogen organiseren. Ja, wat niemand eigenlijk op dat ogenblik zo is opgevallen, is dat op dat ogenblik een einde is gemaakt aan een zeer fundamentele grondregel van onze rechtsstaat. Namelijk dat niemand kan worden gevangen gezet zonder bevel van een rechter. Nou, gewoon vanwege de beheersbaarheid is toen gezegd van, maar de burgemeester moet als er ernstige relletjes uitbreken onmiddellijk kunnen ingrijpen en mensen voorlopig dus in hechtenis kunnen zetten. En dat is erin gekomen en dat is erin gebleven. Ja. En soortgelijk zie je er nu een fenomeen bij een crisis- en herstelwet. We komen dus nu in problemen van beheersbaarheid van de economie. En dan komt een regering dus met een tijdelijke wet, zo gezegd, voor de beheersbaarheid van de problemen ten einde de economie aan te kunnen jagen. Er worden allerlei rechten beknot van zowel overheidsorganen zelf, overigens de gemeentes die niet meer in beroep mogen komen enzovoort, maar ook van de burgers. Alleen die wet die wordt dan vervolgens niet alleen in de eerste plaats gecontinueerd, dat is hij nu net gedaan voor onbepaalde tijd, maar daarna wordt hij gewoon permanent gemaakt en voor alle situaties wordt hij dus zo opgenomen. En hetzelfde zien we ook op het terrein van het vreemdelingenrecht. Vreemdelingenrecht, dat wordt als een soort proeftuin, wordt dat gebruikt om allerlei beperkingen aan te brengen op wat normale rechten, beroepsrechten enzovoort zijn van de burgers. Maar geleidelijk aan worden dus de fenomenen die daar uitgevonden worden, die worden in heel het recht via de Algemene Wet Bestuursrecht geïntroduceerd. Ja. Dus men wil de zaak en waarom? Omdat, nogmaals, die beheersbaarheid van die samenleving problematisch is geworden. Een beheersbaarheid die men overigens zelf voor een belangrijk deel gecreëerd heeft door de zaak helemaal toe te dekken met een grote deken van voorschriften, van standaards en met name dat laatste, verheffen van alle problemen die zich maar voordoen tot een standaard probleem waar gelijk weer een norm voor gevonden moet worden, zodat men in de volgende situatie in ieder geval weet wat men moet doen. Ja, dat is toch fnuikend geweest voor het recht. Mag ik even daarop Tuurlijk, Micha, ga je gang. Oké, want ik vind namelijk over dat staatsrecht, dat vind ik wel fascinerend waar het gesprek mee begon.
En dan het verval van ja, juridische normen en waarden. Volgens mij is een cruciaal moment, en meneer Tak noemde eind jaren 90, maar volgens mij is eigenlijk het staatsrecht het opgehouden te bestaan in Nederland op 1 juni 2005. Want toen is er namelijk in Nederland een referendum gehouden over het zogeheten verdrag van Lissabon. Oh ja. Waarbij het percentage nee-stemmers, ik heb het net even opgezocht, 61,6% was. Is dus een overweldigende meerderheid van het Nederlandse volk heeft nee gezegd tegen dat verdrag. Nou, vervolgens is het allemaal toch ingevoerd en daardoor ontstond er een soort chaos op het staatsrecht vanaf die tijd, waarvan niemand meer wist waar bevoegdheden liggen, en waar, wat Brussel doet, wat Den Haag doet, verordeningen, hoe die worden geïmplementeerd in nationale wetgeving, beschikkingen. Het is één jamboe. Ik weet zeker dat er geen politicus is in de Tweede Kamer die het ook begrijpt. Het wordt bewust voor het volk verborgen gehouden, omdat Europa impopulair is. Proberen ze eigenlijk tegen de realiteit in net te doen alsof Den Haag nog gezag heeft, wat het niet meer heeft. Er worden allerlei dingen besloten op geheime conferenties van Bilderbergers in Davos. Allemaal buiten elke controle om. Kortom, het staatsrecht van 2012 is een tombola geworden. Waar echt in geheime hoeken en gaten van de aardkloot de meest cruciale beslissingen worden genomen. Namelijk oorlog en vrede, invoering van de euro. Hè? Of er een pandemie is, Mexicaanse griep wordt ook besloten ergens op een berg in Zwitserland. Vervolgens moet de mensenregering, die moet dan voor 300 miljoen spuiten gaan kopen om het Nederlandse volk mee te vaccineren. Ik bedoel, waar is het staatsrecht, meneer Tak? Wat is er nog? Is er überhaupt nog sprake van staatsrecht? Of is het een soort, ja, Frankenstein-dictatuur inmiddels al geworden, anno 2012? Ja, ik deel uw zorg. Ik heb zelf in mijn laatste druk van mijn boek zelfs de woorden van Hamaker van 1800 zoveel herhaald. En dat was een civilist die bij de opkomst van het publiekrecht zich de vraag stelde van, hè, mag dat eigenlijk wel recht heten? He, want dat was niet het oude vertrouwde recht van de burgers, het oude civielrecht. Nee, dat was een nieuw recht. Hij zegt, is dat wel recht, dat publiek recht? Is dat eigenlijk niet gewoon een overheidsbevel in de vorm van een wet? Mm-hmm. En ik denk dat die vraag anno 2012 weer met evenveel kracht en misschien nog meer kracht gesteld moet worden. Want wat u signaleert, dat is dat beheersbaarheidsprobleem. En dat beheersbaarheidsprobleem, dat is ontzettend gevaarlijk. Ik ben het helemaal met aanduidingen eens. Dat is gevaarlijk, zeker als degene die het zou moeten beheersen zelf niet meer weet hoe die het moet beheersen. Ik heb de laatste tijd ook de indruk dat er heel krampachtig gewoon wordt ingezet op Europa, hè, het voorbeeld waarmee je begon, omdat men echt geen enkel alternatief meer ziet. Men heeft geen enkele hoop meer, dus eigenlijk gebeurt wat in kleinere schaal al eerder in eigen land is gebeurd, nu in wat grotere schaal. Men heeft de vaderroep verplaatst. Men heeft die verplaatst nu naar Europa. En het feit dat de kinderen dus, daar ben ik ook helemaal met u eens, massaal te kennen hebben gegeven dat ze dat anders zien en dat ze dat niet willen. Ja, dat stelt onze overheid dus gewoon terzijde, omdat ze niet meer het vermogen hebben om nog in alternatieven te denken. Mm-hmm. En dan zegt u, ja, dat is niet democratisch. En ik weet dat dat heel sterk onder de Nederlandse bevolking leeft. En democratie is inderdaad een van de fundamenten van ons huidige staatsrecht. Maar ja, daar moeten we toch met z'n allen ook voorzichtig mee zijn, want democratie dreigt te gemakkelijk vandaag de dag te worden uitgelegd als de wil van de meerderheid. Ja, en dat precies. Is natuurlijk geen juiste democratische uitleg. Democratie is het inderdaad luisteren naar iedereen en dat dus uiteindelijk, nadat iedereen goed gehoord is, en dat dan ook gedaan wordt wat in het belang is, ook weer van iedereen en niet van de meeste. Dus zelfs die wil van de meerderheid wordt niet meer opgevolgd met alle beperkingen die daar al inderdaad aan vastzitten, want die komt al gauw te spreken over de terreur van de meerderheid in plaats van de wil van de meerderheid. Maar goed, als we dan toch die meerderheid hebben, dat wordt niet gerespecteerd. Want een overweldigende meerderheid zegt nee tegen Europa en dat gebeurt gewoon toch. Ja, maar ik zeg net dat het niet automatisch is dat je dus moet doen wat de meerderheid wil. Dat is niet identiek aan democratie. Stel dat de meerderheid. Oh, sorry, maar mag ik er ook even op inhaken, heel kort? Dat bijvoorbeeld in Hongarije, een deze dagen zijn er grote demonstraties geweest.
waarbij 500.000 mensen minimaal hebben laten weten dat ze niets met Europa te maken willen hebben. En in Italië zijn ook stakingen uitgebroken. En daarin komt de rol van de media komt daar natuurlijk in naar voren. Dat de media ook helemaal niets doen om de ware gevoelens vanuit de bevolking in hun berichtgeving weer te geven. Dus dat is natuurlijk ook nog een factor. Ja, nee, ik ben het met u en met iedereen eens dat juist in dit voorbeeld van Europa blijkt hoe zwak Nederland is op het punt van democratie. Want je zou dit nog kunnen versterken door bijvoorbeeld met referenda dat wat gevoeliger te peilen. Maar als er iets is wat men absoluut niet wil natuurlijk, want men weet al wat die uitslag zal zijn, dan is het dat. En, maar waarom? Zijn ze dan verplicht om de wil van het volk te volgen? Nee, er is staatsrechtelijk dus een eigen verantwoordelijkheid uiteindelijk bij de regering en de volksvertegenwoordiging om datgene te doen wat voor het land het belangrijkste is. He, en bijvoorbeeld, een klein voorbeeld, als de meerderheid zou gaan roepen om de dood van een groep mensen of zelfs van een enkeling, ja, de doodstraf, zou dan de overheid dit moeten doen. Ik bedoel maar, de democratie is niet een blinde som van de meerderheid en die mag het ook niet zijn. Maar het moet wel zo zijn dat die overheid het vertrouwen heeft van... Ja, het volk in die zin dat het volk niet zover komt dat ze zeggen wij wensen die overheid niet meer. Dan verlies je je legitimiteit, dan verlies je ook je democratische grondslag en dan kom je ook in rampzalige toestanden terecht. En ik vind dat onze overheid moet voorzichtig worden. In de eerste plaats, men mag signalen als deze referenda mag men absoluut niet terzijde stellen. Men mag ook absoluut niet terzijde stellen de waarschuwingen die men dagelijks ontvangt, dagelijks van de vaste adviescolleges en die nauwelijks of helemaal niet meer worden opgevolgd. Ja, en dan ben je, laat ik zeggen, in het oogpunt van democratie eigenlijk, in het oogpunt van open besturen met een open oor voor alle signalen en dan pas je beslissingen nemen voor het welzijn van het volk, ben je verkeerd bezig. Nu staat ja, op de... Hier het over, wacht, Wikipedia. Wikipedia is even heel interessant, die referenda, dit zegt alles, hè. Er zijn dus 27 landen in Europa, hè? 27 landen. Er zijn twee landen van de 27 die hebben ja gezegd tegen Europa referendum. Dat zijn Spanje en Luxemburg. Twee landen hebben nee gezegd. Frankrijk en Nederland. Voor de rest zie ik in de referenda staan de landen. Bijvoorbeeld Denemarken. Beslissingsreferendum uitgesteld. Ierland. Beslissingsreferendum aangekondigd. Nog niet bekend. Polen. Beslissingsreferendum uitgesteld. Portugal. Dat hebben we uitgesteld. Tsjechië, geannuleerd. Verenigd Koninkrijk, uitgesteld. Ik bedoel, dit geeft toch een verbijsterend plaatje. Ja, hier moet sprake zijn van hogerhand aangestuurde terreur. Ja, het ergste wat u dus eigenlijk, het ergste wat u blootlegt, is dat hieruit een soort vrees naar voren komt voor wat het volk zou kenbaar willen maken. En dat is natuurlijk het meest kwalijke wat een democratie kan voorkomen. Als men zelfs het geluid van het volk niet meer wil horen, ja, dan is men per definitie ondemocratisch bezig. Ik wil nog even een ander aspect. Wacht even, Micha, wacht even, Micha. Ja, oké. Dan gaan we zo nog even verder. Even wachten, Micha. Ja, nee, oké. Daar komen we zo nog even op terug. Maar die blinddoek, ik wil daar in dat kader ook even een ander aspect brengen, namelijk dat ik op de website van de Tweede Kamer ben tegengekomen dat Nederland in de ware zin van het woord democratie geen echte democratie is, want Nederland is een constitutionele monarchie. Dus met een staatshoofd, een koninklijk staatshoofd, waar weliswaar dan door bepaalde wettelijke bepalingen de macht van beperkt is. Maar goed, de vraag is dus, gezien ook de rol die het koninklijke staatshoofd speelt op het internationale toneel betreffende wat Micha net al zo terecht zei, de Bilderberg-conferentie, die ze jaarlijks bezoekt, waar ze zelfs voorzitter van is, die door haar vader in 1954 in het leven is geroepen, kun je je afvragen of dat hele begrip democratie van begin af aan al niet, hè, sinds dat koninklijk huis hier in Nederland zich genesteld heeft, van begin af aan al niet een doekje voor het bloeden is om de mensen mee zoet te houden. Ja, u begrijpt de democratie dan vooral in
een begrip wat ik zelf ook eigenlijk het liefste doe, van het zelfbesturen ook, hè, door het volk, dat de volkswil dus ook bepalend is voor hetgeen het land doet, en dat dat niet is hetgeen een of andere monarch, al dan niet constitutioneel en al dan niet in bijstand door ministers en viziers, wil. Dat is niet helemaal zuiver, want democratie, zoals die althans in de westerse democratieën begrepen wordt, dat is dat weliswaar noodwendig de democratie moet worden vertolkt door enkele vooraanstaande figuren, en daar kan men verschillende vormen voor kiezen, maar wij hebben dus allemaal een geleden democratie. Het kan niet zo zijn zoals nog in bepaalde kantons in Zwitserland dat iedereen dus rechtuit kan meebeslissen. Dat zou misschien wel kunnen, ja, geleidelijk aan, als men meer gebruik zou maken en zou willen maken van de mogelijkheden van de techniek en van de referenda, want dan zou dat allemaal veel duidelijker kunnen gaan worden. Daar wil men absoluut niet aan, dat heb ik al een paar keer gezegd, dat is gewoon het einde van het huidige systeem als men dat zou doen, en dat weet men donders goed. Maar het wil niet zeggen dat je op dit ogenblik onder het huidige systeem dus kunt zeggen dat een constitutionele monarchie, dat die dus ondemocratisch zou zijn, net zo min als dat je op voorhand gewoon kunt zeggen dat een dictatuur per definitie geen rechtsstaat kan zijn. Nee, oké, maar goed, ik refereer dan even opnieuw aan, u hebt natuurlijk gelijk, het hoeft niet, het een hoeft het ander niet in te houden, maar het punt is dat ons staatshoofd zich op internationale podia beweegt die ontransparant, ondemocratisch zijn en die met name een elitaire club in deze geglobaliseerde economische wereld zijn. Ja, doet u nu op de positie dus van de koningin zelf of doet u op de positie van de kroon? De koningin zelf. Hoe koningin Beatrix dat zelf invult, ja. Ja. Ja, die vult de positie vrij traditioneel in, is mijn waarneming. Bijvoorbeeld de laatste demarche toch over die opmerkingen van toch een partij in de Kamer. Hè? Die op deze wijze door haar wordt beantwoord, kan niet. Dat is strijdig met gewoon de hoofdregels van ons staatsrecht, die inhouden dat de koning onschendbaar is, maar ook enkel en alleen onschendbaar kan zijn, omdat de ministers volledig verantwoordelijk zijn en de koningin gewoon niets mag doen wat politiek geladen is. Mm-hmm. Dat is de hoofdregel. Ja, dat was het in dit geval evident wel, ja, en dus moet je daar verre van blijven. Dat is de hoofdregel van de constitutionele monarchie. En als zodanig is er dan ook weinig kritiek, denk ik, op dat systeem, mits het wordt uitgeoefend zoals het dus ook bedoeld is. Een staatshoofd die volstrekt kleurloos blijft. Juist. En alleen doet wat de minister-president zegt. Mm-hmm. Maar zo werkt het in de praktijk dus helaas niet. Nee, dat is recent helaas gebleken en ik vond dat toch ook tegenvallend. Je kunt natuurlijk wel begrip hebben als mens, hè, voor een koningin die ook een mens is en die in een bepaalde stresssituatie getest wordt, want ik geef het je te doen natuurlijk om zo door het leven te moeten gaan dat je constant geen eigen mening of geen eigen irritatie of wat dan ook kunt luchten. En daar wil je wel eens een keer bij uit de boot vallen. Akkoord, niemand is perfect. Maar de vraag is, zodra dat dus bewust gebeurt en zodra men dat dus ook doet in staatsrechtelijk gevoelige situaties, zit men fout. U hebt in 2004 een onderzoeksrapport uitgebracht over de kansloze burger. Daarin hebt u, meen ik, ook gemeld dat sinds 1994 het niet meer is voorgekomen dat een burger in een processituatie tegen de Nederlandse staat voor de hoogste, voor het hoogste rechtsorgaan, de Hoge Raad in Nederland, een proces heeft gewonnen. Dat geeft al iets aan, toch? Dat geeft zeker iets aan, maar dat is wel een zeer belangrijk onderwerp waarvan ik ook me kan voorstellen dat iedere luisteraar daar van zich, daar heb ik ook ervaringen mee opgedaan. Alleen, u moet me even tijd geven dan om dat toe te lichten. Ja, gaat u gaan. Kijk, we verdelen het recht in drie hoofdgebieden. Dat is het strafrecht, het burgerlijk recht en het staatsadministratief recht. En we hebben in alle drie hebben we dus
aparte rechtsspraakkolommen. Dus de strafrechter is echt een andere rechter, zou je kunnen zeggen, dan de civiele rechter. En dat is weer een andere rechter dan de bestuursrechter. Wat nu opvalt, is dat de laatste jaren in alle drie die kolommen de rechters, de overheid, beginnen te ontzien. De overheid, ja, laat ik het gewoon even wat al te sterk, maar niet te min duidelijk zeggen, de overheid boven en buiten de wet stellen. Om te beginnen met het strafrecht, daar heb je het fenomeen gezien dat in de Pikmeer-arresten, de jaren 90, de Hoge Raad der Nederlanden plotseling heeft uitgemaakt dat voor misdrijven, en in dat geval waren het zelfs misdrijven tegen de mensheid, dat de staat niet strafrechtelijk vervolgd kan worden en, wat nog veel verder gaat, ook niet degene die voor de staat zijn opgetreden, de ambtenaren. Mm-hmm. Dit is een ongelooflijke situatie voor iemand die net als ik nog meegekregen heeft hoe de opmars naar de galg in Nuremberg is geweest. Hoe daar, ja, door de oorlogsmisdadigers als excuus is aangevoerd dat ze opdracht hadden. Bevel is bevel. Mm-hmm. Maar onze eigen Hoge Raad heeft dus uitgemaakt, en dat is staand recht op dit ogenblik in dit land, dat voor misdrijven, zelfs misdrijven tegen de mensheid, de staat en ook de bedienaren van de staat niet strafrechtelijk verantwoordelijk zijn. Mm-hmm. Ik acht het ongelooflijk dat daar in de samenleving niet meer commotie over is. Mm-hmm. Nou, dan kom ik op het terrein van het civielrecht, en dat is eigenlijk het terrein wat u dus aanstipt, wat ik inderdaad ook heb gesignaleerd, dat voor daden van gezagsuitoefening, waar echt dus overheidsgezag wordt uitgeoefend, hè, dan moeten we dus niet denken aan het vullen van een gat in een wegdek of zo, maar het uitoefenen van overheidsbevoegdheden jegens de burgers. Als daar dus schade mee wordt toegebracht en die overheidsbevoegdheid is onrechtmatig, ken ik sinds 1994 inderdaad geen enkele uitspraak meer van een burgerlijke rechter die de overheid ook daadwerkelijk daarvoor veroordeeld en de daadwerkelijke schade ook aan het slachtoffer doet uitkeren. Wat moet volgens ons rechtssysteem. Maar er wordt dus om welke reden dan ook niet meer toegekomen om die overheid daadwerkelijk te houden aan onrechtmatige gezagsuitoefening. En ja, datzelfde tenslotte. Chipsol is een beetje gekeurd. Daar heb je een beetje gekeurd. Maar iedereen zal ongetwijfeld, als je dit hoort, zeggen van ja, die en die omstandigheden, die ken ik ook uit de directe omgeving, directe nabijheid. Ze zijn er legio. Want ik heb er dus een dagtaak aan om mij op die gebieden te begeven en dat gade te slaan. En datzelfde zie ik tenslotte ook op dat laatste gebied wat dus mijn bijzondere belangstelling heeft, het terrein van het bestuursrecht. Denkt u maar aan alles wat te maken heeft met ruimtelijke ordening en met vreemdelingenrecht en met de uitkeringssituaties en alles wat de burger in contact is met de overheid. Ook daar wordt dus voor de onrechtmatige gezagsuitoefening nooit een schadevergoeding toegekend. Uh-huh. En dan zullen ze zeggen, ja, maar ik heb toch wel eens een keer gehoord dat die of die een vergoedingen gehad heeft. Ja, maar dat zijn geen vergoedingen voor, dat wel, onrechtmatig vastgestelde gezagsuitoefeningen. Dat zijn vergoedingen die dus gewoon voortvloeien uit bepaalde rechten die men heeft in de wet. Uh-huh. Of die voortvloeien uit rechtmatige daden van de overheid waarbij compensatie dient te worden gegeven. Maar voor die onrechtmatige gezag, het culmineert allemaal in één conclusie. The king can do no wrong. En de king is tegenwoordig de hele overheid. Dus de hele overheid in onze samenleving kan volgens de rechters geen kwaad bedrijven in de uitoefening van zijn overheidsgezag. Dus meneer Tak, het is zo dat wanneer agent A en agent B iemand ten onrechte gaan molesteren, wat voorkomt, en iemand zou daardoor in een rolstoel terechtkomen, dan valt er geen verhaal te halen. Dat is niet een strafrechtelijk feit wat op rekening staat van de staat of van de gemeente. Nee, het staat dus op naam van die agent alleen. En dat is wel mogelijk. Ja, dat is voor mij natuurlijk wel wat moeilijk om overheidsdienaar natuurlijk te scheiden van zijn persoonlijke inzet, want waar ligt dan precies de scheidingsgrens? Ja, dat ligt eraan of je het kunt toerekenen, dat is dan het juridische begrip, hè, aan het overheidslichaam. En die overheidslichamen, dat zijn dus de Staten Nederlanden, de provincies,
de gemeentes. Dus zodra je zegt van ja, maar dit is een onrechtmatige daad van een van deze lichamen, ja, dan kan dat niet. En die lichamen die krijgen bijna sacrale status daardoor. Die worden dus als een soort vertegenwoordiger van de Allerhoogste gezien, die je dus gewoon niet mag kritiseren. En die mag zeker niet aansprakelijk worden gesteld en die mag zeker niet worden beschuldigd dat hij iets onrechtmatigs gedaan zou hebben. Kijk, dat een van de bedienaren, hè, de uitvoerder, een keer in de fout gaat, Allah, dat kan natuurlijk altijd en overal. Maar die lichamen, die kunnen dus geen kwaad doen. Maar het punt is wel, wat Rob net aanstipt, dat is tenminste een waarneming die velen van ons kunnen zien. En dan als je bijvoorbeeld op YouTube kijkt naar filmpjes en je typt zoekterm politiegeweld in, dan schrik je van de hoeveelheid filmpjes die je ziet waarbij ambtenaren bij de uitoefening van hun functie in een blauw uniform met een pet op of zonder pet, gewoon stelselmatig, totaal, buitenproportioneel geweld toepassen, onnodig geweld toepassen bij de aanhouding van burgers. Ja. En die zijn daar dus niet op aan te spreken. Het wordt allemaal onder de mat geveegd. Nou, zij zijn er wel op aan te spreken. Wat is er in Amsterdam? In Amsterdam, die killerkopzaak, ik weet niet of dat je kent, want wat Rob zegt is 100% juist. Agenten komen niet meer voor de strafrechter in Nederland. Ik heb dat helemaal uitgezocht. We hebben net in Amsterdam die killerkopzaak gehad. Ik weet niet of meneer Tak die kent. Een agent die op een gegeven moment gaat schieten met dat voetbalelftal. Die een kampioensfeest vieren. Waarbij de aanvoerder wordt doodgeschoten. En twee andere voetballers levensgevaarlijk gewond raken. Er zijn videobeelden zijn daarvan geproduceerd. Waaruit duidelijk blijkt dat die agent begint met geweld toepassen. Dat er geen levensbedreigende situatie was. Alles is van tafel geveegd. Wie zijn veroordeeld? Ja, ik geloof het niet, meneer Tak. De voetballers. Die zijn veroordeeld wegens zich verzetten tegen. Nou goed, het is ongelooflijk. We zijn dus echt, en dat zie je in Amerika ook. We zijn dus inmiddels aangeland in Nederland. In een totale terreurstaat. Agenten die een moord plegen, die krijgen hooguit een boete van een eigen korpschef. Die ook nog eens een keer geheim wordt gehouden. Want als je dan belt, dan krijg je dat niet te horen wat die boete was. Er is volgens mij al 10 jaar lang geen agent voor de strafrechter gekomen. Terwijl het aantal voorbeelden van politie, Arend zegt het al, er zijn websites, het reist de pan uit. Het reist de pan uit. Ja, wat is uw antwoord? Wat is uw antwoord hierop? Al veel langer. En dat is misschien van de ene kant zorgelijker, van de andere kant neemt het toch de kracht daarmee aan uw analyse. Ik ben geen specialist op het terrein van het strafrecht, maar ik ben wel door mijn academisch proefschrift in 1973, dat ging over het huisrecht, het binnentreden van de woningen tegen de wil van de bewoner, ben ik in aanraking gekomen met een paar bepalingen uit het wetboek van strafrecht. Het artikel wat misschien velen nog kennen, dat is artikel 138 strafrecht, wat zich dus richt tegen een buurman die tegen uw wil uw huis binnenkomt. Het is een misdrijf en daar kunnen boetes voor uitgedeeld worden. Die worden ook uitgedeeld en dat artikel wordt behoorlijk gehandhaafd. Maar er staat tevens een apart artikel 370 in dat wetboek van strafrecht. En dat richt zich tegen ambtenaren die dus met gebruikmaking van hun overheidsbevoegdheid dus toegang weten te verschaffen, zeg maar zonder bevel tot binnentreding of anderszins, in de woningen tegen de wil van de bewoner. Dat is een nog zwaarder misdrijf, dat is een gekwalificeerd misdrijf en daar staan veel zwaardere straffen op. Dat artikel is in heel de Nederlandse geschiedenis nog nooit toegepast. Nou, ik heb daar vorige week vrijdag en zaterdag, heb ik daar live twee voorbeelden van mee mogen maken. Ik werd gebeld door een dame die alleen thuis was en wiens man ogenschijnlijk op grond van valse arrestatiebevelen, valse aangiftes wordt gezocht. Kwam de politie bij haar aan de deur, met 5 man sterk drongen ze haar woning binnen. Zij vroeg om een huiszoekingsbevel. Ze werd opzij geduwd en ze mocht het huiszoekingsbevel niet zien. Die hele binnentreden in die hele politieoverval, die heb ik live aan de telefoon mee mogen maken. En dat is ook op Argus Ogen in een artikel verwerkt als podcast. De volgende avond gebeurde precies hetzelfde. Kwamen er weer een aantal agenten. Weer hetzelfde gedoe rond een huiszoekingsbevel. Ze heeft het even mogen vasthouden, heeft het voorgelezen, maar ze mochten er niet eens een kopie van maken. En de heren doorzochten het huis en gingen weer weg. En bij de eerste huiszoeking
wist een van de agenten haarzelf te vertellen dat zij haar man moest bellen, dat, omdat hij zich moest melden. Want als hij dat niet zou doen, dan zouden ze terug blijven komen, dan zouden ze haar lastig blijven vallen. En dat wilde zij toch ook niet, zij wilde ook rust. En hij kon zich maar beter melden, want als hij zich niet zou melden dan, en ze zouden hem aanhouden, dan zou die aanhouding niet al te zachtzinnig zijn. Dat zijn de woorden van een ambtenaar in functie, in uniform, in dienst van de Nederlandse staat. Ongelooflijk en absoluut onpakbaar, zulke situaties. Het heeft alles te maken, denk ik, met die beheersbaarheidsproblematiek. En nu moet ik wel een klein stukje verdediging geven voor de agenten. Waarbij zij ook in een vrij onmogelijke positie worden gebracht. Want vroeger kon de agent, voorzien van de bekende dienstknuppel en het pistool, voor een belangrijk gedeelte zelfstandig de orde en ook de opsporing verrichten, waarbij hij vrij ruime bevoegdheden had. En dat wisten ook de burgers. En afhankelijk van de wijze waarop die agenten met die bevoegdheden omgingen, waren zij dus hoogstaande figuren in een bepaalde wijk dan wel zeer gevreesd en verafschuwd. Dat kwam door eigen toedoen van die agenten. Vandaag de dag hebben zij geen ruimte meer. Zij moeten dus werken volgens heel strikte opdrachten. Het meest afgrijzelijke voorbeeld is dat ook niet geweest in Amsterdam, waar twee agenten dus aan de deur beneden staan te wachten, terwijl er boven een moord gepleegd wordt en zij willen dus wachten tot ze instructies krijgen. Ja, dat is maatgevend voor de huidige wijze waarbinnen de agenten moeten functioneren. Hmm. En iedereen die wat doet, ja, die doet wat verkeerd. Dus het beste is blijkbaar om in zulke situaties niets te doen. Ja, en dan krijg je ook dat agenten, als ze dan toch geacht worden, want ze krijgen ook de druk, volkomen ontoelaatbaar dat ze wel bepaalde prestaties moeten neerzetten. Denk maar aan het bonussysteem wat er dus is. Een zaak waar ik persoonlijk me heel erg tegen verzet heb tot in de hoogste instanties toe, dat mag u rustig weten. Ja, dan gaan die agenten, die gaan dus onder druk van de andere kant, gaan ze dus met eigenlijk volkomen ontoelaatbare middelen werken. Intimidatie en dergelijke, waar je dus vroeger van zou zeggen, nou dat kost je gewoon je baan. Als zoiets bekend werd, dan ging je op straat. Ja. Maar nu is het punt dat in dit hele verhaal waar we het hier over hebben, er een heel andere achtergrond achter zit die u waarschijnlijk wat minder bekend zal zijn. Namelijk in die contreien Alkmaar, Schorrel, de Duinsteek, laat maar zeggen. Daar is een nogal hardnekkig elitair pedofielennetwerk gehuisvest. En de verdenking is dat, en dat is waar de man die gezocht wordt ook heel duidelijk voorgezocht wordt, dat hij een klokkenluider is op dat gebied. En nu gaat het hier dus om bepaalde belangen. De agenten worden ingezet, de politie wordt ingezet, is zelfs november vorig jaar ten aanzien van diezelfde man een arrestatieteam ingezet om hem op te pakken en die heeft hem gewoon heel grof mishandeld, het ziekenhuis ingeslagen, terwijl dat helemaal niet nodig was. En deze man is een klokkenluider op het gebied van het naar buiten brengen van satanisch ritueel kindermisbruik. En dus er worden agenten worden in dat belangennetwerk verstrikt en worden als pionnen gebruikt om hun marionettenspelers van dienst te zijn. Wat is uw visie daarop? Ja, ik realiseer me dat ik in mijn eerste reactie het oog te veel heb gericht gehad op de ordehandhavingskant voor de agenten. Terwijl de tweede taak, die zeker zo belangrijk voor hen is, is de opsporingstaak. Daar zie je een ander fenomeen naar mijn idee. En dat is dat de agenten zich daar het slachtoffer voelen vandaag de dag, en ik denk terecht, van het formalisme wat in Nederland hand over hand is toegenomen. Zij zijn aan voorschriften gebonden die hun het functioneren volkomen onmogelijk maken ook.
Ik heb het voorbeeld er straks even gebruikt van het eigen vertrouwde binnentreden van woningen. Ik heb onlangs, dat was in een film, de situatie gezien dat de agenten dus in achtervolging als het ware op een crimineel het spoor bijster raken en dan aan een huiszoeking beginnen. Daar hebben ze dan ook wel een bevel voor om dat te doen. Maar op een gegeven ogenblik doen ze een deur open en dan vraagt een van die twee aan de ander, weet je wel zeker dat dit bij het appartement hoort? En die zegt, oh, nee, we zullen toch niet fout zitten? Ja, ze zitten fout. En dan blijkt later de daadwerkelijke verdachte van een moordsituatie op die formele grond vrij uit te gaan. Dat is extreem. Maar we kennen allemaal de situaties waarbij vandaag de dag dus te veel criminelen dus moeten worden vrijgelaten vanwege zogenaamde vormfouten. Het strafproces en strafvorderingsrecht is naar mijn gevoel overladen met allerlei formalismen waardoor de agenten ook niet daadwerkelijk meer kunnen functioneren. Want ze zullen toch uiteindelijk een misdrijf tot oplossing moeten brengen. Ze zullen de feiten moeten kunnen verzamelen. Ze zullen dus de bewijzen moeten kunnen neerleggen. En de formalismen maken dat onmogelijk. En dan zie je dat daar op dezelfde manier weer de mens die ook in de agentsuniform steekt, ja, zich in verkeerde manieren gaat gedragen, misbruik gaat maken van zijn machtspositie, van zijn uniform enzovoort. Juist. Maar nu even terug naar de formele kant van het verhaal, want stel dat de agenten bij je aan de deur komen, ze tonen je een huiszoekingsbevel, en er staat niet eens een adres op dat huiszoekingsbevel. Dat hebben we dus ook onlangs meegemaakt, vorige maand, dat er in Dieren een huiszoeking plaatsvond waar niet eens een adres op stond. Mag dat allemaal zomaar? Oh ja, nou mogen niet. Ik ben zelf werkzaam geweest als docent aan de Nederlandse Politieacademie in Apeldoorn. En in de periode dat ik bezig was met mijn proefschrift hebben ze mij dus ook, moet ik zeggen, heel goed voorgelicht over hoe het daadwerkelijk ging. Ja, blanco formulieren, dat is een van de meest gebruikelijke. Intimidatietechnieken, die zijn al veel bedenkelijker. Zo van, ja mevrouw, laat ons nu maar binnen, want anders komen we straks terug. En dan zijn we dus in vol uniform en vol ornate politieauto met blauwe zwaailicht voor de deur. En dan weet de hele buurt dat de politie aan de deur is. Het zijn allemaal dus gewoon manieren van optreden die evident in strijd zijn met het recht en met het strafrecht en die hun kans in mijn ogen krijgen omdat de gewone manier van optreden de mensen te weinig vrijheid laat. Maar is het dan eigenlijk ook niet een tendens zichtbaar waar denk ik heel veel bezoekers van Argus over zich ook zorgen over maken, namelijk dat met de toenemende economische belangen en dat geldt ook ten aanzien van dat georganiseerde kindermisbruik, daar zijn ook economische belangen mee verbonden, dat die de doorslag geven ten aanzien van opsporing, aanhouding en berechting van mensen. Ja, daar zou je echt een strafrechtsspecialist als Nico Roos, als Roos Theo Roos over moeten vragen. Die zal daar ook eerlijk antwoord op geven. Ik heb daar onvoldoende kijk op of het nog zo is dat er dus ook duidelijke lijnen te bespeuren zouden zijn van, laat ik zeggen, economisch sterkere groepen of heersende groepen uit de samenleving die het politieapparaat ook aansturen. Mm-hmm. Daar heb ik, en daar moet ik eerlijk in zijn, onvoldoende kijk op. Maar als u... Ik neem aan dat u kritisch kijkt naar de samenleving en ook de kranten kritisch leest. Dan is daar toch ook een tendens uit waarneembaar? Dat we toch min of meer in een corporatie leven in plaats van in een staatsrechtsvorm? Nou, als er zwakke steen zijn in het vervolgingsgebied, dan zoek ik ze persoonlijk veel eer in het Openbaar Ministerie dan in het politieapparaat. Maar ja, nu noemt u ook een plek, het Openbaar Ministerie. Door wie wordt het Openbaar Ministerie geleid? Dan komen we bij de heer Joris Demmink. Is u daar het een en ander van bekend? Micha kan daar heel veel over zeggen. Nee, ik lees de media ook wel en ik krijg daar ook signalen van. En laat ik het dan zo stellen, het is A, verontrustend hoeveel zelfs topfunctionarissen van het Openbaar Ministerie boter op hun hoofd blijken te hebben. Maar B, nog veel verontrustender is dat daar geen daadwerkelijke reacties op blijken te volgen. Ik bedoel, als men in die functies zo in de fout gaat, ja, dan hoort men morgen al met ontslag te zijn. Micha, wil je er even op reageren? Dankjewel, Arend. Ja, goed.
laat ik het zo zeggen. Kijk, ik heb dus een boek, weet meneer Tak dat kent, dat kan je vast wel, de Demming Doofpot. Hè? Dat is geschreven door dus de mannen van Chipsol, waar meneer Tak ook wel eens het een en ander over heeft gepubliceerd. Dat is ook eigenlijk waar ik meneer Tak van ken, want ik heb toen inderdaad een artikel geschreven over een nieuw fenomeen wat eigenlijk in de Chipsolzaak aan de orde kwam, wat eigenlijk zo ongelooflijk is. Dat is dus de rechterswissel, hè? Dat weet meneer Tak wel. Dat het tegenwoordig dat het vaak zo gaat dat als een rechter de staat niet aanstaat, dat gewoon dat hij van zijn stoel wordt gelicht, dat er dan een andere gouvernementele rechter wordt ingezet, hè, om dus de staat te laten winnen. Nou goed, inderdaad, deze mensen van Chipsel zijn inmiddels zo ver en die zijn dermate gemaltreteerd geraakt door een volstrekt corrupte rechterlijke macht, anders kan je het niet noemen. Hè, wat zo corrupt is dat ze dus echt zelf ook radeloos zijn geworden. Dat ze gezegd hebben, nu gaan we proberen de trap inderdaad van bovenaf schoon te vegen. En we gaan kijken naar deze meneer Demming. Ik bedoel, hoe kan er nog in Nederland sprake überhaupt nog zijn van een rechtsstaat, als de allerhoogste man die al vanaf 1982 de lakens uitdeelt op justitie. Moet je even voorstellen wat een machtspositie je dan kan realiseren met zoveel decennia. Meneer Tak, iedereen is in Demming benoemd. Alle rechters, alle korpschefs. Alles komt op zijn bureau terecht. Hij heeft de totale almacht. En het enge is ook dat zijn naam natuurlijk ook niet genoemd mag worden. Dit is een Rasputin. Dit is een Rasputin in het hart van de Nederlandse macht. Ja, dit is zo luguber. Dus ja, dan heb je het nog niet over de Nederlandse mededingingsautoriteit die in diezelfde affaire dus ook betrokken was. Dus dat is een zeer zorgelijk fenomeen, wat dus voorkomt in de sfeer van de strafvervolging. Maar u ziet het zeker zo hard ook in de andere sferen van het overheidsbedrijf, dat zeer belangrijke figuren, waar ernstige twijfel tegen bestaat, dat die gewoon door kunnen gaan met hun functioneren, zelfs bij bewezen bekwaamheden of anderszins. Ik heb zelf het nare voorbeeld nu mee moeten maken dat ik 2 jaar geleden een uitvoerig artikel heb geschreven in het studentenblad Ars Equi over de toenmalige minister Donner. Minister Donner die als minister van Justitie en als oud lid van de Raad van State zich op een ongekende manier ertegen verzette dat de rechtspraak van de Raad van State gewoon bij de gewone rechter zou worden ondergebracht, omdat er zeer brede twijfels in de Nederlandse samenleving en de Nederlandse wetenschap leven ten aanzien van de rechtspraak van de Raad van State. Minister Donner in zijn functie van minister van Justitie heeft dat niet alleen geblokkeerd, maar heeft de positie van de Raad van State nog hecht verankerd. Ik heb in dat artikel uitvoerig en omstandig uiteengezet hoe dat gegaan is. En hoe verwerpelijk het was, op welke manier dat gebeurde. In de pas opgeleide commotie over de benoeming van dezezelfde heer Donner tot vicepresident van de Raad van State, zeg maar de grootvizier van Hare Majesteit en de regering, heb ik geen enkele verwijzing naar dat artikel mogen beluisteren. Ik dacht dat het een zeer brede verspreiding gekregen had. Ik dacht dat het dus, zeker ook onder de studentenpopulatie, helemaal bekend was. Maar het is ook een blad wat echt gelezen wordt door alle wetenschappers. Niemand heeft daarop aan durven slaan. Wat wel gebeurd is, en wat ik dus des te schrijnender vind, is dat ze dus de heer Donner gewoon in die functie benoemen. Maar tegelijkertijd wel in de Kamer een motie hebben aangenomen, waarin dus is uitgesproken dat de rechtspraak niet langer bij de Raad van State mag zijn. Dus dat is in de Tweede Kamer, dat is u misschien niet bekend, maar ik vind ook dat daar heel weinig bekendheid aan is gegeven, volkomen ten onrechte. Dat is de motie Taverne. En in die motie Taverne, die in december meen ik is aangenomen, kamerbreed, is verzocht de rechtsprekende taak van de Raad van State elders onder te brengen. Daarop heeft diezelfde Donner, laatste datum, het was de laatste dag dat hij nog minister was, gemeld dat dat dan wel ergens in de eerste helft van 2012 bekeken zou worden. De Kamer heeft daarop
weer gereageerd, nu de Vaste Kamercommissie, en gezegd, er ligt nog een motie, en die ligt er ook al enige tijd, en dat is de motie Schouw van Raak, waarin u verzocht is om een voorstel te doen om de toekomstige benoemingsprocedures voor vicepresident van de Raad van State, ja, een rol weg te leggen voor de Tweede Kamer. En die willen wij hebben dat u ook erbij betrekt. En wij willen hebben dat u dat alles doet voor 1 april. Nu ben ik persoonlijk zeer benieuwd. Want dit is voor mij, ja, een punt waar de volksvertegenwoordiging, en dat was kamerbreed, eindelijk een keer een streep lijkt te trekken ten opzichte van wat ik altijd genoemd heb, de gevestigde posities en de onaantastbaarheid van bepaalde figuren. De heer Donner is inmiddels toch vicepresident van de Raad van State geworden, maar gaat men nu inderdaad over op een andere lijn? Ik ben altijd bereid om iemand nog het voordeel van de twijfel te geven. Even tussendoor, luisteraars, er komen hier aardig wat vragen binnen voor de heer Tak. Die wil ik graag in tweede uur met alle plezier stellen. En wij hebben nu net de klok van 9 uur bereikt. Dus het lijkt me goed om even een korte adempauze in te lassen, een muziekje te laten horen. En dan komen we na het muziekje terug en dan gaan we de vragen voorleggen en daar verder over in gesprek. Dit is Argus Oog Radio. Goedenavond, luisteraars. Bij het tweede deel van Arend versus Arend Zeevat. Waarbij we praten met meneer Twan Tak. En ook Micha Kat is aanwezig in de studio. Arend, de vaste host, is eventjes wat langer een pauze genieten dan dat hij had gedacht. Maar daar neem ik het even over en dan gaan we over naar wat vragen. En die vragen komen uit de chat. Ik ben er weer, sorry. Ach, daar is hij weer. Jullie waren al begonnen, sorry, neem me niet kwalijk. Ja, dan kun je het gelijk even overnemen. Ik was met de vragen begonnen. Welke had je gesteld dan, Rob? Maak het even af. Wat vindt de heer Tak van alles wat Luc zegt over de oneigenlijkheid van de koningin? Oh ja. Dat was al een oude vraag van iets over achten. Ja. Over de rechtmatigheid van de troon hebben we het hier dan over. Ja. Ja, dat is een beetje de open vraag. Ja, hij is bijna van ben je royalist of niet? Ja. Persoonlijk moet ik zeggen dat ik daar eigenlijk nooit zo druk over gemaakt heb, omdat ik de vorst in ons staatsbestel niet zie als iets meer dan een zuiver functioneel figuur die dus als voorhang moet dienen, maar die zelf geen enkele beslissing mag nemen. Ook niet overigens in dat beruchte spel van het geheim van Soestdijk, wat iedereen dan altijd wel veronderstelt. Ik denk dat een juiste uitvoering van de taak van de koning ook dan betekent dat hij hooguit objectief dus de adviezen opvolgt die dus door de Kamervoorzitters, de Raad van State enzovoorts worden verstrekt. Dus ja, nee, mij interesseerde dus eigenlijk die hele figuur niet. Ik vind wel dat hij dus aardig is om heel wat mensen die daar plezier aan hebben een aangename verpozing te bezorgen. En ook grote speler dus. Ja, en verder, staatsrechtelijk moet ik heel eerlijk zeggen, heb ik in de koning in Nederland, hè, sinds we die hebben omgeturnd tot een constitutionele koning in 1848, dat is dan wel een hele tijd geweest voordat ze dat gingen loslaten. Willem III die had daar al heel weinig gevoel voor, maar ook de latere dames niet allemaal evenveel. Maar ik dacht toch dat we in het derde millennium waar we nu gekomen zijn wel mogen verwachten dat ze zich die rol inmiddels heel goed bewust zijn. En ach, dan denk ik, er zitten ook bepaalde voordelen aan, al is het maar het bliksemafleiderseffect wat soms heel nuttig kan zijn. Maar wat vindt u dan van haar deelname en voorzitterschap van een Bilderberg-conferentie, waar die heel, heel omstreden is? Ja, moet je niet doen, hè. Ik ben daar toen ik een keer voor Witteman optrad ook duidelijk in geweest. Ik vond zelfs dat een omstreden huwelijk moet je dan niet doen. En daar valt dan heel Nederland over je heen. Want dan zeggen ze ook van ja, maar dat is toch privé en dat is toch iets.
Nee, dat is niet zo. Alles wat de vorst doet, heeft een uitstraling en heeft dus politieke implicaties. Want het buitenland kijkt met argusogen natuurlijk aan wat het boegbeeld van de Nederlandse samenleving doet. Ja. En zodra dat dus maar in het ogen van het buitenland enigszins verdacht kan zijn, heb je al die staatsrechtelijke implicaties. Ja. Oké, gaan we even door naar de volgende vraag. Ik wil ze toch als de film ook allemaal even eigenlijk behandelen. En als medegast en co-host jullie een opmerking tussendoor willen plaatsen, wees zo vrij hoor. Orwell, die vraagt wat de heer Tak heeft te vertellen over artikel 120 van de grondwet. Ja, dat is een mooie vraag. 120 grondwet. De wetten zijn onschendbaar, zeg maar, kort gezegd. Hè. Tegenwoordig staat het er wat anders, maar daar komt erop neer. Wetten zijn onschendbaar. Met andere woorden, men kan dus wetten maken waarvan dus wel gezegd mag worden dat ze in strijd zijn met de grondwet, maar daar kun je dus niks aan doen. Hè. Dat is dus de boodschap van dat artikel 120. Ja, dat zal wellicht heel vreemd overkomen, maar daar ben ik een onverkort voorstander van. Oké, kunt u dat toelichten? Ja, artikel 120 brengt in mijn ogen dus bij uitstek de trias politica in Nederland tot uitdrukking. Namelijk de scheiding die nodig is tussen wetgevende macht, uitvoerende macht, rechterlijke macht. Een wetgevende macht mag niet tevens ook de uitvoerende macht zijn, want anders dan krijg je bedenkelijke vermengingen van functies, zoals we ook bij de benoemingsprocedure van de heer Donner van alle kanten te horen hebben gekregen. Er is voor wat betreft het vaststellen van wetten, van algemene normen waar we ons met z'n allen aan te houden hebben, in onze grondwet een uitdrukkelijke taak neergelegd bij de wetgever, bij dus de volksvertegenwoordiging, parlement, regering, geadviseerd door de Raad van State. De koningin mag het aftekenen. Nou, dat betekent ook dat het dus eigenlijk aan die instantie is toebedeeld om uit te maken of die inhoud van die wetten, ja, of die in overeenstemming is met de grondwet. Dat is hun taak. Zij zijn daar ook toegeroepen. Zij hebben daar allerlei hulpmiddelen voor gekregen om dat goed te doen. Ze hebben daar die adviestaak van de Raad van State. Ze hebben daarvoor de belangrijke rol van de Eerste Kamer, die als een chambre de réflexion daar nog een keer goed tegenaan kijkt en zeker bij ongrondwettigheid zal stijgen. We hebben tal van andere adviesinstanties. Daarmee moet eigenlijk de zaak afgelopen zijn en moet het zo zijn dat wat zij vastgesteld en gezegeld hebben een wet is en dat het niet aan de eerste beste kantonrechter is in Appingedam, met respect van dat stadje, maar om te zeggen dat hij dan niet grondwettig is. Dan zou dus eigenlijk de rechter zichzelf gaan bezondigen aan iets wat hem weer is verboden bij de wet algemene bepalingen van het koninkrijk, namelijk om zichzelf te begeven in de ratio van de wetten zelf. Dus zichzelf te gaan afvragen of een wet goed of niet goed is. En dat is niet aan de rechter. De rechter moet in het concrete geval moet hij een wet toepassen. En als hij vindt dat dat niet kan, omdat er dus een hogere norm is, dan moet hij die wet buiten toepassing laten, omdat die hogere norm hem dus verplicht. Maar goed, dat is natuurlijk allemaal ideeel gezien, hè, hoe het zou behoren te zijn. Maar het punt is natuurlijk dat in de praktijk de zaken ook toch vaak heel anders lopen. Dat mensen mensen zijn, mensen belangen hebben en er ook niet voor terugdeinzen om die belangen te laten verstrengelen. Zo is het bijvoorbeeld een bekend gegeven dat binnen het hele jeugdzorgverhaal kinderrechten zijn die belangen hebben binnen kinderbeschermingsinstellingen enzovoort. Dat er bijvoorbeeld politiemensen zijn die zelf een gezinshuis, hè, die een gezinshuis mee runnen. Daar zijn voorbeelden van. Zo zijn er dus allerlei uitvoerende ambtenaren die aan belangafstrengeling doen en daar niet op aanspreekbaar zijn. Omdat ze gewoon op de een of andere manier de macht aan hun kant hebben en ingedekt worden van bovenaf door diezelfde meneer Joris Demmink. Ja. Als het dus gaat om de vraag of we dan beroep kunnen doen op de grondwet, dan denk ik, ach, je hebt het ook niet nodig. Want eigenlijk zijn dus de rechten die ons gegarandeerd worden in daarbovenstaande verdragen, die zijn veel zekerder en veel omvangrijker. Als ik alleen al denk
aan artikel 6 van het Europees Verdrag van Rome. Dat geeft veel meer garanties aan de Nederlandse burger dan, ik zou bijna zeggen, de hele onze constitutie bij elkaar. Alleen, en nou komt u aan het pijnlijke punt, het is juist de rechter die het nalaat om dat te effectueren. Dus een overdreven vertrouwen in deze in de rechter lijkt mij persoonlijk ook zeer misplaatst. Precies, precies. Volgende vraag van Ruben. Een vraag ten aanzien van het afglijden van de rechtsstaat en de kans, het versterken van de kansloze burger. Daar slaat zijn vraag op, namelijk wat zetten we hier tegenover? Een volkstribunaal, is dit realistisch haalbaar? Gaan uw expertise? Ja, ik heb me wel door meer mensen uitgedaagd gevoeld om het alternatief aan te geven. Dat is zelfs op een gegeven ogenblik ook gedaan in de wetenschappelijke wereld. Mijn kritiek die dus zich richtte tegen twee dingen, namelijk de Raad van State en de wijze waarop die de rechtsprekende functie uitoefent in dit land. Het tweede punt tegen de wijze waarop de rechtsbescherming is opgehangen in dit land aan een of ander formuliertje wat besluit heet in plaats van aan de daadwerkelijke rechten en plichten van de burger zelf. De heeft de wetenschap me uitgedacht van nou de tak zegt dan maar eens hoe het wel moet en geef dat maar eens concreet handen en voeten zodat het uitvoerbaar is. Daar is een congres georganiseerd toen door de Universiteit Leiden, waar alle wetenschappers op afgekomen zijn. We hebben daarover gedebatteerd en ik heb uiteindelijk de uitwerking daarvan, heb ik aangeboden aan regering en parlement. En nu krijgt u het, dat is 2 jaar geleden gebeurd en de ontvangstbevestiging moet ik nog krijgen. Ah, ja, 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 ja. Ja, inderdaad, zo gaat dat. Dus ik wil het wel gaan herhalen hier. Ik wil het wel gaan herhalen hier, maar dat gaat vrij ver. Ik kan de kernen even kort aanstippen. Dat betekent in de eerste plaats dat wij dus inderdaad dat artikel 6 van het Europees Verdrag veel centraler horen te stellen in dit land. Want daar gaan we uit van de rechtspositie van de burger. En niet van een of ander besluitje wat dus getoetst moet worden, maar van de rechtspositie van de burger die moet worden vastgesteld. Dat is heel belangrijk. En het tweede anker wat ik dus leg is, en dat wordt nu eigenlijk in die motie van de Kamer ook verwoord, geeft toch die hele rechtspraak, geeft die in handen van de gewone rechterlijke macht die we al sinds 1838 hebben en die het heel wat beter doet dan die Raad van State en die daarvoor opgeleid wordt en die daarvoor deskundig is. En dan ben je nog veel goedkoper uit ook, want je kunt gewoon één instantie schrappen, je hoeft niks toe te voegen. Ja, ja. Ja. Maar het is toch ook fascinerend, meneer Tak, op dit punt, als je dus kijkt hoe de discussie over juryrechtspraak, hoe die stelselmatig is gesaboteerd door de politiek, door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. Ja. He, zodra het woord werd genoemd, dan begon iedereen al helemaal te stomen en te zweten. Ja. He, en ja. Zelfs, nadat er dus sprake is van decennia van blunders en malversaties, gemanipuleerde dossiers, die het hele systeem op zijn grondvesten doen schudden. Is toch werkelijk verbijsterend. Hoe is het te verklaren dat zelfs nadat dus een aantal momenten die discussie is gefrustreerd, dat die nooit meer is opgeleid? Dat blijkbaar zo effectief is gekild dat niemand heeft het erover. Nee, maar er zijn meer dingen die dus gekild zijn en die zijn allemaal onder één noemer te brengen wat dit betreft. Niet alleen het fenomeen juryrechtspraak, maar ook het fenomeen van de zogenaamde second opinion, wat men in de Angelsaksische landen heeft, namelijk dat een van de zittende rechters dus gewoon openlijk in een open verklaring bij een uitspraak verkondigt, ik was het daar niet mee eens. Ik ben dan weliswaar ondergesneeuwd door mijn collega's, maar ik ben er fundamenteel tegen in. Dat is wel het geval bij de arresten van het Europese Hof in Straatsburg. Daar krijg je dus uitvoerig de voorlichting van hoe het gaat. De Nederlandse rechtspraak wordt gekenmerkt door een angstvallige geheimhouding, door een geslotenheid. Ja, je mag absoluut Helemaal niet weten wat er gebeurt. Je krijgt er ook geen toegang toe als buitenstaanders. En telkens wordt dan gewoon ontkend dat als een open toren vindt. Ik zal u een ander voorbeeld geven. En ik heb recentelijk De revisieraad. Weer zoiets. Ja. De revisieraad. Ik heb onderzocht wat er gebeurt met de klachten die er worden ingediend. En ook met de wrakingsverzoeken. Weet u dat er in Nederland nog nooit één wrakingsverzoek bij de Raad van State is gehonoreerd? Weet u dat er in Nederland nog nooit één klacht bij de Raad van State is gehonoreerd? Ja, nee, dat is de top. Heel veelzeggend, dat is heel veelzeggend. Nu hebben zich in 2005, hebben zich toch twee keer toe een groep rechters zich heel krachtdadig uitgesproken ten aanzien van hun zorg
met betrekking tot de toenemende repressieve maatregelen die naar aanleiding van 11 september 2001 werden getroffen. Zij zeiden heel duidelijk dat het een afglijdende schaal was richting een controlestaat, politiestaat. Is u dat bekend en wat is uw mening daarover, dat die rechters dat hebben gedurfd? Ja, dat ze dat durven, dat zou je misschien niet verbazen, dat juich ik toe. Ik heb zelf ook een paar maanden geleden de uiterste stap gezet om als raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep mijn functie neer te leggen, omdat ik me ook niet meer kan verenigen met hoe het dus gaat. En dan ben ik toch 25 jaar raadsheer. Ja. Ik kan me dus ook het gevoel heel goed voorstellen van deze collega's, want dat is... Ik heb zelf straks het voorbeeld gebruikt van de gevreesde voetbalrellen bij de Europese kampioenschap Nederland-België. Maar ook als er een andere ramp is, een kaping of een aanslag op de torens, dan is de reactie altijd overtrokken in die zin dat men met zeer algemene repressieve maatregelen komt die ook nooit meer verdwijnen. Precies. Men wurgt daarmee gewoon de samenleving. Precies. Nou ja, goed, er zijn natuurlijk mensen die zeggen van die rampen die dan ontstaan zijn naar aanleiding van die maatregelen genomen worden, die zijn geanceneerd. Hè? Dat we hebben een meneer die zegt, die verwijst dan naar de Hegeliaanse principes van these, antithese, synthese in moderne vorm van probleem, reactie, oplossing. Er wordt een probleem gecreëerd door de powers that be. Daar wordt via de media hoog op ingespeeld, veel aandacht aan besteed, er wordt een bepaalde stemming mee gekweekt, waardoor er als reactie oplossingen kunnen worden aangeboden die zonder de creatie van een probleem niet mogelijk waren of minder makkelijk mogelijk waren. Ja, nou ja, ik houd het persoonlijk nog maar bij het feit dat dit soort incidenten, vreselijke incidenten vaak, in ieder geval worden aangegrepen om allerlei dingen door te voeren die men heel graag zou willen als overheid, maar die men gewoon niet durft of niet kan vanwege het restatelijke systeem. Ik heb zelf het voorbeeld genoemd van de crisis- en herstelwet. Daarmee zijn dus met name de lagere overheden in dit land helemaal uit het rechtscircuit gebonjourd. Ja. Ja, nou ja, goed, dat eigenlijk zegt u met andere woorden toch wel min of meer een beetje hetzelfde. Er is ik zeg niet dat er het incident ook daarvoor in elkaar is gestoken, want ik vind dat het keihard is. Maar het wordt Meneer Tak, neemt u ook niet een internationale tendens waar, dat bijvoorbeeld Amerika is op dit moment officieel een politiestaat in volle naad, en dat een dergelijk systeem zich langzamerhand aan het introduceren is in Nederland. En ik weet niet hoe dat zit met de rest van Europa, maar waarschijnlijk zullen ze volgen, omdat Nederland zeg maar het pioniersland is wat dat betreft. De grote haven van het Europese vasteland. En dat een dergelijke stijl van regeren en het invoeren van nieuwe wetten en maatregelen, dat die heel erg typerend zijn voor dat beleid. Ja, zorgelijk. En het is toenemende mate zorgelijk aan het worden natuurlijk. Ik heb straks al het fenomeen van de openheid aangeduid. Ik vind persoonlijk dat geen staat zo hoogstaand is als de staat die het meeste openheid aan kan. Ja? En hetzelfde zie je dus op dit ogenblik gebeuren wat betreft de verdraagzaamheid. En als er één groep is die absoluut onverdraagzaam is, dan is het Amerikaan wel, hoewel ze dat niet in de gaten hebben en dus zelf de liberty bovenaan in hun eigen constitutie hebben geschreven. Maar als het gaat om de daadwerkelijke verdraagzaam, en daar worden wij dus in toenemende mate ook door geraakt. Je ziet dat allerlei repressies hand over hand toenemen. Als gevolg van wat ik zelf toch vooral waardeer als een afschermen van de heersende orde. Mm-hmm. En het veiligstellen van bestaande belangen en posities zoals ze nu zijn. Dat staat niet open voor het feit dat ook andere soortgelijke aanspraken hebben. En dat je daar gewoon tegen bestand dient te zijn door je innerlijke kracht in plaats van door gewapende macht of andere geweldsmiddelen. Je wordt wel, moet ik zeggen, de laatste decennia ook bijzonder op de proef gesteld, want van beide kanten verhardt natuurlijk gewoon de druk.
Ja. Nu wil ik even daarop insteken met een vraag van Eugenie, want wie bepaalt, is de vraag van Eugenie, als we het over belangen hebben, wie bepaalt dat de heer Demming nog steeds op zijn positie zit en wie zorgt daarvoor? Wat is uw visie daarop? Hij was toch procureur-generaal, hè? Nou, hij is secretaris-generaal van het ministerie van Justitie. Secretaris-generaal, ja. En zoals Michael aangaf, heeft hij al een lange historie als topambtenaar bij het ministerie van Justitie. Ja, ja. Maar hij is en blijft een ambtenaar. En iedere ambtenaar, tenzij dat hij grondwettelijk een bijzondere positie heeft gekregen, dat zijn er maar heel weinig, valt onder het ambtenarenrecht. En dat betekent dat hij een bevoegd gezag kent. Een bevoegd gezag in zijn geval is evident, dat is de minister. En dat bevoegd gezag kan dus alle disciplinaire maatregelen sowieso tegen hem treffen die nodig zijn. Die variëren van een waarschuwing tot ontslag toe. Mm-hmm. En als men het er niet eens mee is, dan heeft men een volledige rechtsbescherming, want dan kan men uit de ambtenarenrechten die aan de Toppencentrale Raad van Beroep in Utrecht kent. Dus het antwoord is eigenlijk juridisch vrij eenvoudig. De minister is de eerst aangewezene die hoort op te treden en voor zover dat hij verkeerd zou optreden of zelfs niet zou optreden, ja, maar dan wordt het moeilijker om toegang te krijgen, is de Centrale Raad van Beroep in Utrecht de bevoegde instantie. Ja, nu is het natuurlijk zo dat als we het over belangen hebben... Kijk, op persoonlijk niveau hebben we allemaal onze onbewuste duistere schaduwkanten. Hè, waar we gewoon vaak heel lastig door beheerst worden. En die op een nare manier in ons leven tot uitdrukking komen. Nu is dat op het niveau van het mesoniveau van een staat. Is dat natuurlijk ook zo. Hè. De staat heeft als orgaan of als organisme. Een samenleving heeft ook haar duistere kanten. Een van die duistere kanten is... het middel chantage. Mensen door middel van chantage op bepaalde posities te kunnen handhaven. En nou ja, dat is een aspect wat dus in het verhalencircuit rond de heer Demming ook belangrijk naar voren komt. Ja. Ja. De gevolgen zijn ook veel groter en ernstiger als je die situaties op mesoniveau aantreft. En, het is ook de reden waarom wij allemaal de hoogste mate van zuiverheid eisen van de top en met name de bestuurlijke top in een land. De gevolgen zijn veel groter, althans voor de gemeenschap, want ik onderschat bepaald niet de gevolgen die dus kunnen optreden in een heel klein verband, een gezinsverband of wat dan ook, wanneer daar dysfuncties optreden. Maar ja, ze zijn toch op het totaal van de samenleving beschouwd natuurlijk veel groter. En dat betekent dat dus ook veel strenger toegezien moet worden. En dat daar ook meer middelen voor aangewend mogen worden op de integriteit van onze topfunctionarissen. Dat is de laatste jaren ook wel. Alleen wat mij dus weer verbaast, ik ben zelf ook bij diverse integriteitsonderzoekingen betrokken geweest. Dat is dat reeds in de opdrachtstelling, maar ook in de criteria die men vervolgens wenst aan te leggen, niet goed gebeurt. Oké. Dank u. Jetsen vraagt, meneer Tak en zijn luisteraars die zouden willen weten of u denkt dat er een hidden agenda is en waar zou u die agenda naartoe moeten leiden uiteindelijk? Nee, ik geloof niet in die hidden agenda. Ik heb er toch eigenlijk mijn hele leven dus op kunnen studeren. Ik ben nooit lid geweest van een of andere groepering, zodat ik me daar door zou kunnen hebben laten inpakken of wat dan ook. Ik heb er onbevooroordeeld tegen aangekeken. Ik geloof niet in hidden agendas. Ik geloof wel, en dat is een trieste constatering als je aan het eind van je loopbaan komt, in een ongelooflijke domheid, ja, met name ook van topbestuurders. Het is werkelijk ongelooflijk wat je aantreft, tot ook in de volksvertegenwoordigingen toe, dat je zegt van kunnen mensen zo kortzichtig zijn dat ze niet zien wat ze aan het doen zijn. Ja, dat heeft naar mijn waarneming hoor alles ook ermee te maken dat men niet de tijd neemt om zich even te verdiepen in de roots en de wortels van wat men aan het doen is. Men reageert op symptomen, men reageert op incidenten, men staat al te roepen dat die of die sanctie weer moet worden ingevoerd, zonder dat men zich zelfs maar bewust is van de vraag of dit wel past, ja, binnen het Nederlandse stelsel en of uiteindelijk de remedie niet veel ernstiger zal blijken dan de kwaal. Wees het zo dat het korte termijn denken, ja, dat je dat ook bij bedrijfsleven tegenkomt? Ja, maar bij bedrijfsleven is het dus in zoverre weer anders. Daar heb je de herkenbaarheid van alles wat herleid wordt op die euro.
Dus ja, dat klinkt ruw, maar dat is wel zo. En dat is bij de overheid niet. Want daar heb je te maken met de egootjes en de stemmenwinsten en dat soort meer immaterieel liggende factoren die dus ook heel erg moeilijk grijpbaar zijn. En om die mensen tot de orde te roepen, heb ik wel de neiging als oud docent om ze dan in de hoek te zetten, hoor. Maar we leven toch ook in een handelsnatie. Hè? In feite is iedere natie een handelsmiddel. Ja. We leven in de BV Nederland. En Hare Majesteit, de koningin, is het hoofd van de BV Nederland. Dus in die zin geldt ook voor de hele BV Nederland toch een bepaalde gerichtheid op winstgevendheid. En dat merken we dus ook in het gebied waar hier op aarde ook het laatste jaar heel veel, veel aandacht aan besteed is. In het gebied van jeugdzorg. Zoveel mogelijk kinderen uit huis plaatsen, zodat de organisatie zich voor veel mogelijk euro's kan binnentrekken. Ja, we zijn een handelsnatie, maar dat moet men ook volledig pakken. Dus dat betekent, handel is ook wel degelijk je termijn, je positie als handelsnatie op termijn. Die moet je dus ook veiligstellen, dat weet iedere ondernemer ook. En die langere termijn, die vergt dat je dus met visie werkt. In ons geval, precies, dat je dus weet wat je doet. En die visie is er niet, die ontbreekt. Micha, jij wil nog even een vraag stellen, ga je gang. Goed, over die hidden agenda, dat verbaast me eigenlijk wat Twan Tak erover zegt, omdat je dus gewoon eigenlijk die hidden agenda feitelijk moet aannemen als dus elke keer blijkt dat er gewoon hele concrete vragen en informatie worden tegengehouden. Hè. Dat zagen we met dat Europa verhaal. Dan moet een hidden agenda zijn die zegt dat verdrag van Lissabon moet worden ingevoerd, hè, wat ook de referenda opleveren. He, dat gaan we doen. Er moet iemand zijn die daar aan de knoppen zit. Hetzelfde zagen we heel duidelijk bij die Mexicaanse griep. He, dat kon je stap voor stap kunnen reconstrueren. Dat er een complot, echt letterlijk een complot, is allemaal uitgekomen, werd gesmeed vanuit de World Health Organization. He, dat de definities zijn veranderd van wat een pandemie is. Om vervolgens de pandemie te kunnen afkondigen. Dat in allerlei landen contracten zijn gesloten met farmaceutische bedrijven om die vaccins te leveren. Dat ook gebeurd is, dat er partijen honderden miljoenen aan hebben verdiend. Dat er geen vraag over mocht worden gesteld in de Tweede Kamer. He, dat Ab Osterhaus en Coutinho keer op keer bij Paul Witteman zaten om te vertellen hoe fantastisch ze wel niet waren. Het bleek allemaal één grote leugen te zijn. Dus dat is toch geen toeval, dat is toch geen domheid? Dat kan toch niet? Hier is toch sprake van een georchestreerde operatie? Het is wel domheid, maar het is in zoverre niet geregistreerd. Het zit gewoon in het bloed. Het zit in hart en nieren van met name de topfunctionarissen. Die hebben ook hun pikorde, heel duidelijk. Ja, dat zij dus zich voegen, en dat noem ik dan altijd de gevestigde orde, naar wie op dat ogenblik gewoon het voor het zeggen heeft. En dat zit hun in het bloed. En daarmee hebben ze ook mechanismes, die bestuurskundigen heel duidelijk kunnen beschrijven, van bepaalde afweren, van het buitensluiten. Je ziet op dit ogenblik nog het ergste in de rechtspraak. De rechtspraak wordt heel duidelijk bedreigd. Want het gezag wat de rechtspraak in deze natie altijd gehad heeft, valt op dit ogenblik weg. Ze maken het er ook naar. Maar je ziet dat de rijen zich ontsluiten. Dat men zich dus aaneensluit. En dat men dus bepaalde eigenlijk niet meer te ontkennen misstanden die er aan de kaak worden gesteld, dat men die gaat weerleggen. Men werkt er zichzelf ook steeds verder mee in de moeilijkheden. Men gaat dat proberen dus af te dekken, toe te dekken en te ontkennen. Met als resultaat dat de buitenwacht het idee heeft dat het een vooropgezet complot is. Ik hou er meer op. Dit zit gewoon in het hart en in het bloed van de topbestuurders. Zo werkt het. Even hierop inhakend. Het verhaal van die huisarts die het RIVM, die door het RIVM is aangeklaagd in een bodemprocedure. Hans van der Linden. Ja. Omdat hij zijn twijfels uitsprak over de werkzaamheid ten aanzien van die griepvaccins. Die man die wordt leerzame ervaringen van de overheid met betrekking tot het aanspannen van procedures tegen burgers. Hebben ze het kort geding maar overgeslagen. Zijn ze meteen met een bodemprocedure begonnen die ze jaren kunnen rekken. Waarmee ze die huisarts gewoon financieel, emotioneel kapot kunnen procederen. Dat hebben ze, eerdere mensen hebben ze dat gedaan. Vorig jaar januari hebben wij op Argos Radio een thema-uitzending gehad over doofpotten en klokkenluiders. En daar
Berlijn kwam de heer Georg Reuchlin aan het woord, die 20 jaar met de staat aan het gevecht is geweest om een rehabilitatie te krijgen en een schadevergoeding en bla bla bla. Nou, dat is dus puur misdadig. En, ja, maar begrijp me goed, ik ontken die verschijnselen niet. Die vinden wel degelijk plaats. En ja. ze zijn moordend. Je ziet het, iedere klokkenluider in dit land heeft ermee te maken gehad. En soms met de meest ernstige gevolgen. Wat ik dus wil zeggen is, naar mijn waarneming treden ze automatisch in werking. Het is dus niet een agenda. Het is niet een... daar is het er stom voor. Dat meen ik echt. Ze zijn er te dom voor. Ik weet niet of iemand die gevleugelde kreet kent van Lucky Luke, die dus zegt van de Daltons dat het de meest gevaarlijke misdadigers zijn op deze aardbodem. Ja, niet omdat ze zo gewelddadig zijn, maar omdat ze zo ontzettend stom zijn. Ja, oké. Goed. Dat is een mooie. Even door naar een volgende vraag. Ja, Micha, die kaart hier net het onderwerp van de heer Hussein Baybazin aan. En dat heeft natuurlijk een directe link met de heer Joris Demmink. Meneer Baybazin in de gevangenis is terechtgekomen, tot levenslang is veroordeeld op geanceneerde en gemanipuleerde telefoontaps als bewijslast. Dat hij betrokken zou zijn bij een moord. Omdat de heer Baybazin... Kent u het verhaal, voordat ik daar nog meer over ga uitweiden? Ik ken het niet, maar ik beluister het wel als een toch herkenbaar fenomeen, wat je met name bij strafvervolgingen nog wel eens ziet. Precies, nou die heer Baybazin die zou dus met name bepaalde zaken weten over de heer Joris Demmink, hoe die zich in Turkije heeft verhouden tot minderjarige jongens, die ook inmiddels al 2 of 4 ervan aangifte hebben gedaan tegen hem. Maar die heer Baybazin die zou ook wetenschap hebben. Die zou wetenschap hebben over betrokkenheid van de Turkse overheid bij heroïnetransporten en heroïnehandel. Nu heeft de Turkse overheid, de Turkse overheid had kennis van de activiteiten van Joris Demmink op pedofiel niveau in Turkije. Nu hebben zij dus bij de Nederlandse overheid bedongen, gechanteerd dus, dat Baybazin voor het leven achter de tralies zou verdwijnen, om daarmee de wetenschap of die Turkse overheid betrokkenheid bij de heroïnehandel te doven. Dat zij daarmee dus ook zouden zwijgen over Joris Demmink's escapades in Turkije. Dat is het verhaal in feite. Dat is bijna ongelooflijk, maar... Dus de Nederlandse staat, wordt gechanteerd door de Turkse overheid. Ja, dit staat allemaal vast, hè? Dat moet je erbij zeggen, Arend. Dit staat vast, hè? Dit is geen... Het is vast. Dit is vastgelegd in stukken, in rapporten. Mevrouw Adelle van der Plas, de advocaten, die heeft eigenlijk allemaal aangetoond dat het zo is. Er zijn Turkse verklaringen, Turkse agenten, Turkse getuigen. Het heeft allemaal geleid tot een enorm herzieningsverzoek van 300 pagina's bij de Hoge Raad tegen zijn veroordeling. En wat nu op 7 februari wordt behandeld, nadat het erg vaak is uitgesteld. En nu het laatste nieuws wat ze nu dus gaan doen, dat is een unicum in Nederland, dat ze nu zeggen van we gaan dat niet behandelen in het gebouw van de Hoge Raad. Nee, dat gaan we uit veiligheidsoverwegingen gaan dat overbrengen naar het Paleis van Justitie. Dat is die enorme bunker bij het Centraal Station. Ik noem het altijd Hitler's bunker. He, met al die sluizen, en dat is gewoon een horrorhuis. Dat heeft niks te maken met een rechtbank meer. Maar dat is echt een militair fort. Dus daar gaan ze nu die zaak nu behandelen. Ja, en dit wordt natuurlijk, dus dat is eigenlijk het verhaal. Maar ik had verwacht dat meneer Takke die zaak inderdaad zou kennen. Maar dus in die zin had ik graag een reactie daarop gehad van hoe hij tegen die zaak van Baybazin aankijkt, inderdaad. Ja. Nee, ik ken die zaak dus niet en ik zal er geen oordeel over geven. Ik vind alleen al het enkele feit dat zulke fenomenen met zulke zware verdenkingen dus in toenemende mate dus zich aandienen, ja, een symptoom dat de Nederlandse rechtspraak ook haar gezag begint te verliezen. Want de reiniging hoort er juist van uit te gaan dat de rechtspraak dus, als zich een keer zo'n geweldig schandaalsituatie voordoet, daar ook inderdaad heel uitdrukkelijk en ook openlijk enzovoorts mee afrekent. En dat lijkt niet meer te kunnen. Je krijgt tegenwoordig het ene schandaal over het andere. Je bent nog niet bekomen van het ene of het volgende dienst wel weer aan.
Nou, dan wil ik ook nog even het schandaal van een andere klokkenluider naar voren brengen. Van de heer Ad van Rooij. Met zijn milieucriminaliteit. Hè, die hij van de. Nou ja, dat is natuurlijk die man die vecht al sinds de jaren 80 tegen die milieucriminelen die gewoon internationaal worden afgedekt. En waarbij dus de Nederlandse overheid bij de internationale milieuconferenties in Rio de Janeiro en enzovoort, Johannesburg, gewoon de zaak gewoon afdekt. En daar zelfs een handel van maakt. Ja. Nou, ik kan daar het volgende van zeggen, omdat ik toevallig van die zaak wel heel wat dossierstukken gezien heb. Ja. Dat de heer Van Rooij in mijn ogen een bevlogen technisch figuur is, die inderdaad lucht heeft gekregen van zeer gevaarlijke werkwijzes en stoffen, bij met name impregnatie van hout. Ja. Dat hij dat ook op een zeer bewogen manier en met terzijdestelling van alle persoonlijke belangen heeft aan de kaak gesteld. Wat er met hem is gebeurd is hetzelfde wat je ziet met alle soortgelijke figuren die u allemaal verzameld kunt vinden bij de Sociale Databank Nederland, die website, ja, precies, en ze opslaan. Precies, en precies. Ze worden allemaal doodgezwegen, terwijl ze dus in mijn ogen en mijn waarneming toch zeker voor meer dan 50% zakelijk inhoudelijk gelijk hadden bij hun zaak. Ze worden gepakt op het feit dat ze het niet op de juiste bewoordingen zouden vertolken, op het feit dat ze vervelend worden, op het feit dat ze lastig worden, ze worden doodgezwegen, maar daar zit een ontzettende hoeveelheid van zeer juiste, zeer zware klachten tegen wat er volkomen mis is in de Nederlandse samenleving. En ik acht het apert onjuist dat men zo reageert op mensen die komen met eerlijke klachten. Ik heb ook te maken, ik heb een advieskantoor en er komen dus heel wat mensen regelmatig bij me aan de telefoon dat je ook denkt van oei, ik zal er weinig aan kunnen doen. Maar je kunt die mensen te woord staan en je kunt trachten om ze erop te wijzen wat wel of niet mogelijk is om eraan te doen. Maar één ding kun je niet doen, je kunt ze niet doodzwijgen. Nee, en dat doet Nederland. Precies. Nederland is op dit moment protesten dood en met name Ad van Rooij is daarvan in mijn ogen een van de meest significante voorbeelden. Absoluut, absoluut. Ik heb hem ook al een paar keer in mijn programma. Ja, die kwestie van die impregnatie met die wollandzouten, dat heb ik dus kunnen natrekken. Dat is inderdaad veroordeeld door Europa, al in de jaren 80. En daar zijn dus het staat ook als een paal boven water dat hij gewoon gelijk heeft. Ja? Maar het punt is, er zijn een paar uitspraken van die befaamde Raad van State geweest en daarmee komt hij dus verder nooit meer op het toneelvloer terug. Nee, precies, precies. Ja, het is heel triest wat er eigenlijk ook tragisch wat er met hem ook persoonlijk is gebeurd. Hij heeft moeten vluchten naar België, notabene. Is het zo erg geworden? Ja, ik heb de laatste jaren niet meer zo ogen. Zo erg is het geworden inderdaad. Hij heeft moeten vluchten naar België. En vanuit België probeert hij de zaak nog steeds onder de aandacht te houden. En blijft ook verder gaan met procederen. Niet op. Maar het is het lot eigenlijk van vrijwel iedere klokkenluider in dit land en in het buitenland. En daar heb ik me wel zorgen over gemaakt. Want wat kan er gedaan worden dat deze mensen dus niet gewoon doodgezwegen worden? Want het ergste wat er gebeurt is dat hun op zichzelf ware klachten, dat die gewoon doodgezwegen worden. En natuurlijk zul je als je het land hebt waarin iedereen dus komt met je klachten, ook een aantal klachten hebben die dus zwaar overtrokken of niet gegrond zijn. Daar worden ze dan eigenlijk gewoon bijgevoegd, zodat ze dus het stempel opgedrukt krijgen van querulant. Dat is het eerste wat men doet of NIMBY. Welaan, ik heb voor de enige situatie dat er in dit land ooit een keer daadwerkelijk gedurfd is door de overheid om toepassing te geven aan de NIMBY-wet, die daarna ook meteen weer is afgeschaft. In de kwestie van onderbanken heb ik uiteindelijk, nadat ze zich 6 jaar verzet hebben, toch gedaan gekregen dat uiteindelijk de rechters hebben gezegd dat die hele NIMBY-toepassing ten onrechte was en zijn dus de zaken wel degelijk vernietigd door de Raad van State zelfs. Dus ik zou zeggen, mensen, het kan wel, maar je moet een ontzettend lange adem hebben. En het moeilijke is dat je eigenlijk genegeerd wordt. En dat kun je niet verhelpen door het overschreeuwen of wat dan ook. Dat zal op andere manieren moeten worden. Eigenlijk, mijn slotconclusie is dat de zwakke steen zit bij de
vinden die jou nu juist zou moeten vertegenwoordigen als volkvertegenwoordiger. Ja, precies, precies. Maar wacht even, Rob even tussendoor. Ik moet nu helaas gaan. Ik moet mijn nachtelijke werkzaamheden in. Dus ik wil nog even de heer Tak van harte bedanken alvast als host van dit programma. Voor uw expertise en uw visie die u hebt verwoord. Ik laat u nog even verder praten met de andere twee heren. En Rob, ik wil je echt vragen even de volgende vraag van Ramon nog even duidelijk naar voren te halen. Want die sluit aan bij het hele klokkenluidersverhaal. Staat nu onderaan in de chat. Micha en Rob, bedankt. Hans, bedankt. Zeer bedankt. Missie tot de volgende keer. Ja, graag tot de volgende keer. Dag. Werk ze. Hoi, hoi. De vraag van Ramon, vraag voor de heer Tak. Waarom durft Donner geen goede wet aan te nemen die de klokkenluiders beschermt, zoals aangeboden door expertgroep Klokkenluider? Dus het gaat erom namelijk om opening te bieden aan klokkenluiders in het algemeen, eigenlijk min of meer, zodat de maatschappij zichzelf van binnenuit kan reinigen, zoals je dat eerder hebt aangegeven. Ja, dat durft hij even min als dat hij mee durft te gaan met het op gelijke basis ook financieren van klokkenluiderspartijen in het land. Daar lopen zelfs op dit ogenblik procedures over. Het is die gevestigde orde die zich dus tegen alle kritiek afschermt. Het wordt steeds meer een ivoren toren situatie. En men wil dus gewoon overleven, is mijn idee. Men heeft ook angst, want die druk wordt steeds groter vanuit de samenleving. En dat ziet men ook bij alle verkiezingen die plaatsvinden. Een zeer grote groep van de Nederlandse samenleving, zo groot is die nog nooit geweest, is in beweging. En dat komt door een stuk onvrede. En die onvrede zal niet iedereen even duidelijk kunnen verwoorden. En niet iedereen zal dezelfde aanleiding hebben op een gegeven ogenblik om de stem wel of niet te verheffen. Maar er heerst in de Nederlandse samenleving op dit ogenblik een mate van onvrede zoals we die nog nooit gekend hebben. En die blijkt uit het fluctuerende gedrag van de kiezers. Ja, en het is zo dat je kunt natuurlijk van alle kanten bekijken. Maar je kunt een afgeleidende schaal waarnemen. En zoals u dat ook al aangeeft, binnen uw carrière, binnen het rechtsstelsel. Ja. Maar waar ziet u die afgeleidende schaal uiteindelijk terechtkomen? Ja, ik ben daar eerlijk gezegd erg somber onder, omdat de ontwikkeling van de, wat ik in het begin genoemd heb, standaardisatie, dus van het steeds meer gaan werken met standaards en met vaste normen en vaste patronen, ook het redmiddel bij uitstek is geworden voor de heersende kasten die telkens als er zich een incident voordoet, daar weer een standaard opplakt van zo moet het in ieder geval in de toekomst. Maar ook nooit terugkijken, want dan zouden ze naar oorzaken moeten gaan zoeken en naar eventueel ook verantwoording en sanctionering. Nee, ze komen met standaard op standaard op standaard alleen om die posities te bevestigen. En hoe kan dit doorgaan? Wij worden op een gegeven ogenblik echt een, wat ik wel genoemd heb, mechanische mierenmaatschappij of elektronische mierenmaatschappij als we niet uitkijken. Ja, maar is het niet zo dat, zoals u zegt, dat de volksvertegenwoordiging de taak moet opnemen om dat soort zaken te toetsen op juistheid en dat ook afwegen tegen de stem, tegen de mening van de kiezer en daarop kritiek pleegt. Maar aan de andere kant zie je ook dat de politiek steeds meer aan de leiband loopt van het bankwezen en van het grote industriële mechanisme. Dus wat dat betreft zijn ze natuurlijk geen onafhankelijke staatsunit. Ja, ik mag wel zeggen dat ik me ernstige zorgen maak, omdat waar de remedie moet komen van de volksvertegenwoordiging, dat staat voor mij toch als een taal boven water. Wanneer je dus het democratische systeem wilt handhaven, en dat wil ik ook, ziet dat de geschiedenis je leert dat er dan nu toch eerst een periode van ernstige dictatuur voor de deur staat. En dat je pas daarna weer kunt rekenen op een heropleving van de roep om grondrechten, om vrijheid van het individu. Dat is iets dat hebben we gezien bij de Franse revolutie, dat hebben we gezien bij de Tweede Wereldoorlog, dat hebben we gezien in de Amerikaanse revolutie tegen de Engelsen. Als je dat patroon gaat waarnemen en je gaat kijken hoe die ontwikkeling zich tot nog toe steeds heeft voltrokken, ja, dan moet je eigenlijk concluderen dat de dictatuur pal voor de deur staat.
Maar dan ga je de eerste richting catharsis. Daar zijn we nog lang niet aan toe. Nee, maar dat is dan wel blijkbaar de onvermijdelijke punt waar we dan recht op afkoersen. Ja, maar als ik dan zie hoe dat in de geschiedenis altijd gegaan is, dan nogmaals houd ik mijn hart vast. Dat wens ik niet. Maar ik weet ook niet hoe dat anders kan. En er zijn er velen die dan roepen van dus het heil moet toch komen van Europa. Maar dat is weer het roepen toch om die sterke man. In plaats van voor de normen en waarden waar het eigenlijk om zou moeten gaan. Juist die vrijheid en die grondrechten en de erkenningen van het individu. En ik geloof daar niet in. Ik geloof niet dat je dus bij de roep om de sterke man eruit komt. Integendeel, die is zeer gevaarlijk. Dus je zult je toch moeten gaan heroriënteren op de belangrijke waarden van vrijheid, grondrechten, mensenrechten. Maar je ziet gewoon, die sterke man die is er al, meneer Tak. Want als je eens gaat kijken naar Amerika, wat natuurlijk toch een beetje de leidraad is. Als je ziet het aantal presidentiële decreten waarmee geregeerd wordt. Dat is gewoon verhonderdvoudigd in vergelijking met 100 jaar geleden. Dat is ongelooflijk. Alles gaat tegenwoordig per decreet. De wetten. Obama heeft letterlijk gezegd, dat is op YouTube gezien, van ik wil af van het congres. Ik heb geen zin meer om alles aan het congres voor te leggen. Ik zou graag per decreet willen regeren. Letterlijk gezegd. En de mensen die applaudisseerden. Die juichten. Ja, dat doet me denken aan beelden die ik nog als klein kind meegemaakt heb. Ja, nee, moeten we niet hebben. Maar het enige wat de geschiedenis ons leren kan, is dat toch de enige uitweg uiteindelijk is heroriëntatie op de fundamentele waarden en rechten van het individu. En de volgende vraag eigenlijk, de volgende vraag van Stok is dan ook, is de Nederlandse grondwet nog wel van kracht na het verdrag van Lissabon? Dat is een goede vraag, want dat zou betekenen dat het verdrag van Lissabon dus inderdaad de fundamentele rechten zoals in onze grondwet staan beperkt of beknot. Dat zou automatisch ook betekenen dat daarmee dus de rechten in het verdrag van Rome worden beknot. En voor mij is dat verdrag van Rome toch het grote baken internationaal op dit ogenblik van de erkenning van de mensenrechten en van de fundamentele vrijheden. Dus dat is het baken. Er is alleen iets verschrikkelijks aan de hand, want het schijnt dat daar aan de poort van Straatsburg dat daar honderdduizenden wachtende voor liggen en dat ze dus eigenlijk ook allemaal dus al weggestuurd. Tja, maar dan zou ik persoonlijk de voorkeur hechten aan het systeem van burgerlijke aanhouding. Want wanneer ik dus zie dat ook overheidsdienaren en zeg maar de eenheden uit de trias politica de wettelijke zaken aan hun laars lappen, dan ben ik als burger verplicht om in te grijpen. En dan komt het systeem van de burgerlijke aanhouding aan de orde. Dus dan moet ik een agent waarvan ik weet dat hij de fouten gaat, moet ik dus aan gaan houden. Het gaat erg ver, maar in de kern komt het daar wel op neer. Kijk, de moeilijkheid is wel dat we juist een overheid nodig hebben om te voorkomen dat ieder individu zijn eigen richting gaat plegen en gaat doen wat hij dus zelf denkt dat het beste is. Ik heb al in 1983 in mijn eerste werken de overheid getypeerd als een noodzakelijk kwaad. Het is een kwaad. Ben ik gesteld van over. Het zou niet moeten bestaan. Maar het is helaas noodzakelijk, want wij zijn niet zover dat de individuen allemaal op één lijn zitten. Dus we hebben inderdaad toch nodig dat er ergens een bepaald gezag is wat tot uitdrukking brengt wat in ieder geval de burgers in hun algemeenheid accepteren als normen, als waarden. Alleen aan dat gezag moeten wel de hoogste eisen gesteld kunnen worden van onkreukbaarheid, van openheid, van toegankelijkheid en van integriteit. En daar mankeert het op het ogenblik aan. En dan krijg je de moeilijkheid van wie bewaakt de bewakers. Dat zal wel uiteindelijk moeten komen, dat kan niet anders, uit het volk zelf. Maar het kan op verschillende manieren gebeuren en ik hoop dat de manier waarop het zal gebeuren een vreedzaam is. Ja, dat hoop ik ook. Maar waar zou volgens u Dat is nooit zo. Dat is nooit vreedzaam. Gaat nooit vreedzaam. Nooit. Die historie is nooit zo geweest. Helaas. Dat geef ik in. Daar heeft u gelijk in. Nee, is nooit geweest. Dat is een droom. Nee.
Maar waar zou volgens u die makheid vanuit de bevolking ook, die laksheid, bedoel, je ziet links en rechts om je heen, zie je de meest afschuwelijke maatregelen geïntroduceerd worden en doorgevoerd worden. En vanuit de bevolking zelf is er een soort lethargische houding van men staat erbij en kijkt ernaar en... Ik ben geen socioloog, maar zoals ik het dus zelf vanuit mijn gebied waarneem, is het een kwestie van welvaart. Men koestert zich in de welvaart, die is ook eigenlijk over het volk heen gespreid als een soort warme deken sinds de jaren 60 met name. En daar koestert men zich. En dat wil men ook niet prijsgeven. Dat is heel belangrijk. En men vertrouwt ook eigenlijk alleen nog maar op een overheid dat die welvaart kan garanderen. Want wie kan het anders garanderen? Ja. En dat betekent dat kritiek... Lenin zei altijd al, met volle magen is het slecht revolutie maken. Ja, exact. Kijk, dat is de essentie. Ik zeg altijd tegen iedereen, eerst moeten die ijskasten leeg. Zolang de ijskasten nog vol zijn, gebeurt er niets. Pas als die ijskast leeg is en mensen de deur overweg grijpt mis met dat biertje, dan gaan we wat meemaken. Maar dat moment is behoorlijk snel naar de vijand komen, kan ik jullie vertellen. Wat ik heel opvallend vind en ook pijnlijk, dat is, ik heb een adviespraktijk, heb ik er straks gezegd, hè, dat ik een toenemende mate mensen krijg die dus vreselijk gemangeld zijn in het systeem. En dan eigenlijk met grote verdwaasde ogen voor advies bij je aankloppen. Terwijl je eigenlijk zegt, ik wist dat het zo was. Ik heb u niets nieuws te vertellen, maar u komt nu het slecht gaat. En de volgende week staan er weer anderen die u nu op dit ogenblik ook mijden als u met uw probleem komt. Want ze kijken echt een andere kant uit, hoor. Ja, wat dat betreft is het vergelijkbaar met de gang naar de tandarts. Dat men gaat naar de tandarts als de pijn niet meer te harde is. En terwijl een regelmatig bezoek had alles kunnen voorkomen. Ja, gewoon een klein beetje ook elkaar eerder steunen in de samenleving op het punt van gerechtvaardigde aanspraken of gerechtvaardigde klachten, dat zou al heel wat betekenen. Ja, wat dat betreft is de komende economische crisis, of tenminste die al bestaat, maar die dus echt gevoeld gaat worden, dat wanneer het autootje niet meer starten wil omdat er niets meer in de brandstoftank zit, dat kon ook wel eens een behoorlijke trigger zijn voor mensen om te zeggen van nou sla ik met de vuist op tafel. Ik vind het persoonlijk heel erg, maar het is wel zo dat je zegt van ja, van dat soort factoren moet eigenlijk je hoop nog komen. Ja. Op een kentering te goede. Ja, en dat is precies wat Micha net zegt. Ja. Dat wanneer de primaire levensvoorwaarden in gedrang komen, dan gaat men denken van ja, hou eens even, wie is hiervoor verantwoordelijk en wat kunnen we eraan doen? En maar intussen proberen we natuurlijk wel om de zaak niet zo ver te laten komen door nu alvast een beetje preventief op te treden. Door alternatieve systemen proberen te introduceren. Maar ja, dat is een heel andere discussie. Ja. En, maar goed, ik heb hier nog een vraag van Eugenie in de chat. En ze zegt, maar de rechter mag geen wet toetsen aan de grondwet. En dat is breed. Zou je iets over kunnen uitleggen? Daar heb ik het eerste uur ook al over gezegd, maar het is inderdaad een grondwettelijk verbod om een formele wet te worden. Dus dat zijn alleen de echte landswetten, om die aan de grondwet te toetsen, ook alleen aan de grondwet. De gedachte daarachter is dat het zijn in feite dezelfde die beide maken, die dus de formele wetten maken en de grondwetten, zeggen dat de grondwetten met een bepaalde versterkte procedure tot stand komen en een kamerontbinding om het nog een keer goed te controleren enzovoorts. Dus die heeft wel een verhoogde status ook hoger. Maar de gedachte is dat bij beide gewoon een uitdrukking ligt van de volkswil. En als nu, nadat die grondwet al een jaar of tien, want het is een heel traditioneel document wat weinig gewijzigd wordt, na een jaar of tien dus plotseling toch andere omstandigheden en toestanden ontstaan die om zijn minst vragen om een andere uitleg of misschien zelfs wel een tegenuitleg van die grondwet, en de volksvertegenwoordiging die dan geroepen wordt om daarover een oordeel te geven in een bepaalde wetsvorm, ja, dan kun je inderdaad kiezen voor het systeem, en dat hebben wij gedaan, dat het laatste woord van die volksvertegenwoordiging dan niet getoetst mag worden aan die grondwet, want die volksvertegenwoordiging zelf legt ook de eet op de grondwet af.
En dan kun je zeggen, ja, moet een rechter het dan niet gaan toetsen? Nee, want de rechter heeft een andere taak. Die moet zich beperken tot het concrete geval. Die mag dus niet over abstracte normen een oordeel geven. Een andere vraag is de onafhankelijkheid van advocaten. Dus ik heb dus een zaak waarbij de overheid mij daagt voor, laten we zeggen, te hard rijden. En ik heb en die zaak die loopt nogal hoog op, omdat het er zijn allerlei andere verwikkelingen bij. Maar in welke mate kan ik dan nog beroep doen op de totale onafhankelijkheid van advocaten? Ook wanneer het bijvoorbeeld staatszaken aangaat. Dus bijvoorbeeld een Migrakat, medepartij in dit gesprek, die heeft een aantal zaken lopen, waarbij de integriteit van de staat in het geding is. Ja. En in het zegt dat hij in bepaalde gevallen besluit om een advocaat in de arm te nemen. In welke mate kan hij dan rekenen op de onafhankelijkheid van een advocaat, terwijl die advocaat ook zelf een eed gezworen heeft naar de koningin? Nou, hij heeft recht op een 100% onafhankelijke beroepsuitoefening van de advocaat. De advocaten zijn krachtens de advocatenwet. Zijn ze ook heel onafhankelijk en onpartijdig stalte gegeven. Het is ook, dat weten weinigen, maar een publiekrechtelijke organisatie die op ze toeziet. Dat is dan weer de eigen orde. Daar kun je dus bedenkingen over hebben. Maar van de andere kant heeft dat toch ook het grote voordeel dat ze niet onderhevig zijn aan invloeden van andere machtsgroeperingen bij de overheid. Dus het is een eigen organisatie en je hebt dus de mogelijkheid om over de wijze van beroepsuitoefening klachten te deponeren bij de deken. Dus dat is een toezichthouder binnen het arrondissement die daar dus met behoorlijke sanctiemiddelen kan werken. Ja. Dus het uitgangspunt is voor mij ook dat de vormgeving bij de Nederlandse Orde van Advocaten op zich nog niet zo gek is. Een ander punt is natuurlijk weer, en daar hebben we het er straks over gehad, ja, maar in hoeverre kunnen dan toch bepaalde machtsposities aan elkaar beïnvloeden. En dat zie je bijvoorbeeld ook als je kijkt naar de landsadvocaat en je kijkt naar de banden tussen de landsadvocaat en de departementen en je kijkt de landsadvocaat en de toegang tot de Raad van State en of die nou echt wel gelijk is aan die ook van andere partijen enzovoorts. En in hoeverre hoort wat in zulke situaties speelt, ja, dat zul je altijd houden. Ik zou ook niet weten hoe je dat eigenlijk uit kunt bannen. Nee, maar Micha, heb jij daar... Ja, goed. Ik wil er ook mee afsluiten, want dan moet ik ook... maar goed, ik denk dat de onvrede van de burger over de advocatuur nog veel groter is dan die over de rechterlijke macht. Het is gewoon zo dat in alle zaken, meneer Tak noemde het al, dat een burger nooit kan winnen van de overheid. Nou, in alle zaken waarin dus een burger procedeert tegen een overheid of tegen welke machtsinstantie dan ook, is het altijd zo dat de advocaat eigenlijk, ja, buiten de cliënt om gemene zaak maakt met de wederpartij. De gevallen zijn legio, het gaat maar door. Ja. Te weinig gevallen van broodsituatie ook, want ik herken ze zelfs grote kantoren die geen zaken meer willen doen voor de burgers tegen de overheid. En nog alleen voor de overheid tegen de burger. En dat is voor zover ik het ervan heb. Ik ben daar eigenlijk voor het eerst op het spoor gekomen toen met de zaak Edwin de Roy van Zuiderwijn. Ik heb toen veel met hem daarover gesproken. Die heeft 11 advocaten heeft hij versleten. Ik heb er veel artikelen over geschreven. Er is geen één advocaat die een processtuk heeft willen opmaken. Edwin zei altijd, als ik de deur achter me dicht trek, dan gooi ze mijn dossiers in de auto en rijden lineairect daar naar Huis ten Bosch. Ja. Dat is zo onafhankelijk. Zo onafhankelijk zijn advocaten, en dat is ook inderdaad wel gebleken. Maar goed, hetzelfde gaat natuurlijk, maar goed, we moeten er een keer over hebben, dat ik dus geen advocaat kan vinden voor mijn schadeclaim tegen de rechter Westenberg. Die mijn carrière heeft. Beste mensen, moeten er... De derde advocaat. Ja, oké. Okay. Micha, ja, moeten er echt klaar uit, want Waterman die staat te trappelen. En ik moet dan even bij deze afscheid nemen van meneer Tak.
Heel erg bedankt voor de deelname aan deze uitzending. Het was bijzonder verhelderend. En we zouden nog uren door kunnen gaan, heb ik het idee. Maar ook dat is niet mogelijk binnen dit bestek. En ik bedank dan nog Arend die inmiddels aan het werk is. En Micha ook bedankt voor de lange avond die je achter de rug hebt. En meneer Tak. Dankjewel. Ja. Meneer Tak, nogmaals bedankt. Tot ziens. En tot ziens. Ja, meneer Tak, tot ziens. Dankjewel. Dag. Dit is Argus Oog Radio.